En ja, schroom niet om er gewoon een gesprek van te maken. Ja. Nice. Dus, oké. Arjen, vertel een klein beetje wat je doet. Want jij bent aan de Radboud Universiteit afgestudeerd. Mm. En hebt nu een eigen opleiding gemaakt. Ja, een eigen. Leidt nu een opleiding. Er is niks van mij bij. Maar ik ben naast gewoon universitair docent, onderzoeker, ben ik ook coördinator van een opleiding die heet Philosophy, Politics and Society. Dat is de Engelstalige bachelor track sinds dit academisch jaar in Nijmegen. Mm-hmm. En wanneer ben je filosofie gaan studeren? In 2008. Ik heb eerst bedrijfskunde gedaan. Daar begon ik in 2002 mee. En dat was in principe allemaal prima. En ik ben daarna ook consultant geworden. Maar in het laatste jaar van bedrijfskunde was er een optionele module om een vak te volgen bij twee filosofen, René ten Bos en Graham Locke. Die toen nog, Weiland Graham Locke. Dat waren toen de twee filosofen die hier aan de managementfaculteit verbonden waren. En dat was, dat vond ik zo ontzettend interessant, dat het daarna altijd een beetje is blijven hangen. En op een gegeven moment tijdens mijn werk toen als bedrijfsadviseur had ik de kans door allerlei dingen die op hun plek vielen om tijd te maken om de verkorte bachelor hier te doen. Dat je op de dinsdag en de woensdag al je colleges hebt en in een soort ramtempo van 3 jaar de hele 4-jarige opleiding aan het doen bent. En dat heb ik toen met werk kunnen combineren. En op het punt, tegen de tijd dat ik in mijn derde, vierde jaar zat, dacht ik van ja, dit is eigenlijk wat ik veel liever doe dan de baan die ik nu heb. Uh-huh. Dus ik wil proberen om een promotiebeurs te krijgen. En de eerste keer dat ik dat bij het NWO probeerde, lukte dat. En sindsdien heb ik gewoon alles laten vallen voor filosofie. En ik ben niet echt meer, ik heb nooit meer teruggekeken als het ware. Ja, vet. En wat voor vak had je bij bedrijfskunde wat je zo aantrok? Dat heette Critical Management Studies. En dat heeft ook iets te maken met waarom PPS me aantrekt. Want ik heb PPS niet zelf verzonnen. Ik heb gesolliciteerd op de baan die er was om die track te coördineren. Je hebt sinds een paar decennia heb je met name de sociale wetenschappen, heb je een volledige wending naar de empirische wetenschap. Mm-hmm. Wat vooral betekent dat grondslagen, onderzoek en onderwijs, dat steeds meer uit beeld verdwijnt. En daar heb ik geen moreel oordeel over. Het is gegaan zoals het is gegaan. Maar dat betekent dat je bijvoorbeeld als je sociologie studeert, dat het niet meer zo is dat je een heleboel Durkheim en Tarde gaat bestuderen. En als je bedrijfskunde studeert, dan is het niet meer zo dat je Ricardo en Smith en Burl & Means over wat een corporation is enzovoort. Die grote grondslagenteksten, die lees je niet. Dus al je materiaal begint zo ergens in 1960, 1970 met heel erg empirisch geschoolde inzichten. En dat is in principe prima. Maar tijdens dat vak Critical Management Studies kwam ik er dus voor het eerst als totaal naïef persoon achter van, oh, er zijn ook meer fundamentele en vooral theorievormende manieren om na te denken over wat organisaties zijn, over wat arbeid is, over hoe je dat in een samenleving organiseert. En niet alleen wat de morele kanten daaraan zijn, maar ook vooral wat de logica daarvan is, van hoe zoiets werkt als een financiële markt of een vrije markt of überhaupt een ruimte waarin je een concurrentieprincipe introduceert. Dus wat je daar eigenlijk leerde was de grondslagen van de empirische kennis die je op had gedaan in de jaren daarvoor. Ja, dus het is eigenlijk, het is te vergelijken met, je hebt je hele leven muziek gespeeld. Mm. Of je bent opgeleid om muziek te spelen. Maar daarna kom je erachter, er is ook zoiets als muzikologie, zeg maar. Er is ook zoiets als muziektheorie. Mm. Of je bent altijd bezig geweest met dingen bouwen en dan kom je voor het eerst in aanraking niet zozeer met architectuurtheorie die gaat over hoe spanningen in gebouwen werken en materialen in gebouwen werken. Maar het soort architectuurtheorie dat zich afvraagt, wat doen ruimtes überhaupt met mensen? En hebben we bepaalde, kunnen we bepaalde logische inzichten daaraan onttrekken? En voor mij was dat eigenlijk met organisaties het geval op dat punt. En ik denk dat we dat nu, dat doen we dus nu ook in PPS. Dus wat PPS is, wat Philosophy, Politics and Society is, het is een vrij toegepaste filosofieopleiding die dus zich richt op filosofische theorie over zeer concrete problemen in de wereld. Dus bijvoorbeeld over de toekomst van technologie, over ecologische instabiliteit, de toekomst van democratie, over allerlei perikelen rondom identiteitspolitiek. Mm. En dat zijn allemaal thema's die in de sociale wetenschappen ruim aan bod komen, maar waar vrij weinig, naar mijn idee, fundamenteel grondslagen onderzoek en onderwijs, vooral onderwijs, ingegeven wordt. En dat proberen we eigenlijk te ondervangen met PPS. Want natuurlijk het feit dat
in academisch onderzoek verdwenen is uit bepaalde takken van de wetenschap, betekent niet dat er geen studenten meer zijn die daar wel in geïnteresseerd zouden zijn. Mm. En dat zien we ook wel, dat daar nu echt animo over is. En wat is dan het verschil met de klassieke filosofische opleiding? Ik denk dat het een accentverschil is. Dus ik denk dat je, als je de curricula naast elkaar legt, dat je een ontzettende overlap zou zien. Alleen een verschillende manier waarop je die theorieën aanvliegt. Dus ik denk dat net iets meer bij een klassieke filosofieopleiding het idee is dat je een ideeëngeschiedenis bestudeert. Of als je het niet historisch wil interpreteren, dat je theorieën met name bestudeert als middelen om weer andere theorieën te begrijpen. Uh-huh. Ja, dus, en dat geldt dan zowel in analytische als in continentale filosofie. Terwijl bij PPS is het idee van nee, je hebt juist... Zou je die karakterisatie wat je geeft, is dat iets wat je specifiek geeft voor de klassieke filosofieopleiding in Nijmegen? Of als filosofieopleiding in het algemeen? Ik denk dat dat in het algemeen wel geldt. Met name omdat je hebt naast PPS heb je een langer bestaand iets dat heet PPE, Philosophy, Politics and Economics. Dat heeft een net iets meer kwantitatieve inslag, net iets meer analytische inslag. Met hetzelfde idee erachter, namelijk het soort filosofieopleiding dat eigenlijk doet waar filosofie voor bedoeld is. Namelijk constant interventies, analytisch analyserende interventies proberen te plegen in bepaalde debatten. Dat is de PPE of? En PPS, maar dan met verschillende nadrukken. Hè? Dus de economische component die in een PPE-opleiding zit, die hebben wij niet per se. Zodat wij de microfoon iets meer naar rechts, iets meer naar zijkant. Zo? Ja. Oké. PPS, PPE en filosofie. Ja. Wat ik wel eens ook vaker gehoord heb als tegenargument of als punt tegen een PPS-opleiding, mm-hmm. is dat het niet meer is dan een watered-down filosofieopleiding. Ja, maar dat is de vraag is hoe erg wil je daar in gaan? Hè? Dat heeft altijd te maken met een bepaald academisch conservatisme. Hè? Dus je zou ook nog het punt kunnen maken van, oh, sociologie. Hè, de sociologen 150 jaar geleden waren dat gewoon nog filosofen, voordat dus figuren zoals Durkheim en Tarde het een aparte wetenschap maken. Sociologie is eigenlijk een watered-down vorm van filosofie. Ja, kom, dat is een heel raar elitair argument. Ja. Hè? Dus dat zie je ook alleen in de geesteswetenschappen. Dus er is niemand die bij neurobiologen komt vertellen, oh, neurobiologie, nee, dat is eigenlijk een soort watered-down versie van aan de ene kant neurologie en aan de andere kant biologie. Je moet wel gek zijn om dat te studeren. Of bij moleculaire levenswetenschappen. Ja. Of dat ze zeggen van, nou, wat is dat nou voor rare hybride van allemaal inzichten? Ja. Het is alleen bij een hele kleine groep puristen die denken van, nou, filosofie, daar staat een soort ijzeren kooi omheen. En om geschiedenis als studie staat een ijzeren kooi. Om sociologie staat een ijzeren kooi. En het is ook altijd zo geweest. Vanaf het begin der tijden waren er deze academische disciplines. En als ze veranderen, dan is dat slecht. Ja, kom nou, dat is toch verschrikkelijk. Ja, 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 kijk, het kan mislukken, tuurlijk. Ja. Alles kan mislukken. Maar het idee dat er een soort a priori vorm is die filosofie heet en die je uit moet voeren, dat is een fantasie. Overigens, want ik heb die kritiek natuurlijk ook gehad. Mm. Dat is ook namelijk een totaal historisch contingent. Dat is namelijk een soort 19e eeuwse Hegeliaanse, vooral epistemologische lezing van wat filosofie moet zijn. Mm. Dat is overigens ook, bij diezelfde stemmen, een stem over een soort idee over filosofie, dat filosofie volledig Europees is. Hè? Dat is een soort filosofie waarin de rest van de wereld er compleet uitgeschreven is. En waarin wij in de Europese vaart der volkeren een soort progressieve kennis, doorleving hebben vanaf pre-Socraten, Aristoteles, Plato, door de middeleeuwen heen enzovoort. Wat een lijn is. Ja, wat een lijn is. Waar je de continuïteit in terug kan vinden en waar het niet minder is dan... waar het eigenlijk manier is waar wij een kanon gevormd hebben, maar we denken dus dat zo is, a priori. Ja. Plus, wat die kritiek ook niet... Waar het ook de plank misslaat, is dat die mensen, die hebben juist vaak filosofen heel hoog in het vaandel staan, die ontzettend interdisciplinair waren. Mm. Dus als je het hebt over Leibniz bijvoorbeeld, of over Kant, of over Spinoza, dat zijn mensen die volledig op de hoogte zijn in hun eigen tijdsbestek van allerlei disciplines die buiten de filosofie vallen. En die juist doen wat ze doen en kunnen wat ze kunnen, doordat ze niet een of andere rare puristische lijn hebben, maar dat ze gewoon interesse hebben in wat er aan kennis en gebeurtenissen om hen heen gebeurt. Ja, eens. En
Want volgens mij ontstaat de filosofie als academische discipline, losstaan van alle disciplines, ook nog niet zo heel lang. Of wel? Nee, dat is ook een relatief nieuw fenomeen. Wat je vooral ziet is dat filosofie door de eeuwen heen overal een soort vluchteling is. Hè? Dat is Peter Sloterdijk zijn standpunt daarover. Is dat filosofie is een soort, voor hem een soort bastaarddiscipline. En dat vind ik veel sympathieker dan het idee dat het een soort zuivere, hoge gebeurtenis is. Een soort bastaarddiscipline die overal waar het opduikt te maken krijgt met conservatievelingen die het kapot willen maken. En daarom moet het overal schuilplekken zoeken. Ja. En dat is dan in het Westen toevallig 1000 jaar lang de kerk geweest. Ja. En nu is het de na-universiteit. Hoe ben je de kerk? Nou, dat is het overlevings- en transmissiemiddel van filosofie geweest in de westerse wereld. Dus het feit dat de katholieke kerk, de incipient katholieke kerk, dat die met Aristoteles aan de haal is gegaan, dat heeft qua verspreiding van filosofie, heeft het de discipline geen windeieren gelegd. Oké. Dus, maar wat ik dacht dat je zei was dat het dankzij de katholieke kerk overleefd heeft. Ja, en ondanks. En ondanks. Tuurlijk. Ja, oké. Ja, maar dat zie je nu ook met dat zie je nu ook in universiteiten. Kijk, tuurlijk, het is ergens hebben alle stemmen die zeggen van, nou ja, dus filosofie en ook andere academische disciplines, die zitten in een soort systeem gevangen waarin ze niet kunnen doen wat ze anders zouden doen. Ja. En dat heeft allemaal te maken met alle beursaanvragen en alle werkdruk en allerlei vormen en verwachtingen van een universiteit die misschien niet passen bij wat de discipline in haar zuivere vorm zou doen. Tegelijk is het natuurlijk ook nog steeds zo dat je wel degelijk een thuis geboden krijgt en wel degelijk onderdak geboden krijgt. En als je kijkt naar wat academische filosofie als totaal landschap, met niet alleen opleidingen, maar ook maar daaraan verbonden uitgevers en allerlei media, wat dat is toch een infrastructuur die je niet zomaar op moet geven, die ontzettend waardevol is aan het einde van de dag. Ja, ik vind het heel vet dat er een filosofieopleiding gemaakt wordt waarbij je meteen kijkt naar kritieken en gevolgen in de maatschappij en hoe je daar filosofie op gaat toepassen. Ik vond het ook heel vet toen we vorige keer spraken dat je zei, de hele wereld staat in de fik, dus we hebben filosofie nodig. Ja, maar dat zie je ook wel. Ik denk dat is vooral bij jonge mensen landt dat vrij onmiddellijk. Dus die en bij babyboomers wat minder snel. Maar bij jonge mensen, daar zie je gelijk het begrip landen als je zegt van, nou, hè, als je het hebt over technologie en dan in ieder geval bijvoorbeeld over sociale media, wat bij hun heel dichtbij staat en smartphones enzovoort. Zij snappen dat vragen opwerpt over vriendschap, over communicatie, over intimiteit, over werk, de scheiding tussen werk en vrije tijd enzovoort. Over hoe je je profileert, over je zelfbeeld en ga zo maar door. En dat die vragen niet volledig empirisch zijn. Dat die ook iets te maken hebben met hoe we op een fundamenteel niveau nadenken over wat identiteit en communicatie enzovoort is. En ze snappen dat datzelfde ook speelt in de politieke ruimte. Ze snappen dat dat speelt ten aanzien van ecologie. Dus dat hele idee van, oh, filosofie, dat is een soort abstracte luxe bezigheid. Dat zie je bij jongens en meisjes van 17, 18 jaar. In ieder geval degene die bij ons open dagen komen. Dus dat is een beetje al, hè, natuurlijk is daar een voorselectie geweest. Maar dat zie je niet meer, die skepsis. Je ziet eerder dat ze het gelijk begrijpen. En er zit ook al een soort van spanningsveld tussen filosofie daadwerkelijk toepassen op actuele problemen. Want het idee is dat je daarmee een concreet voorbeeld hebt waar je theorieën of filosofische modellen aan kan testen. Maar aan de andere kant kan het ook de vorming van die ideeën muddyen, omdat je allerlei emoties en gevoelens en vooroordelen bij die specifieke situaties hebt. Dus wat ik me kan voorstellen is dat je bij de behandeling van filosofische theorieën, toegepast op actuele problemen, dat het wellicht lastiger is om die theorieën puur en zuiver te bespreken. Omdat daar nog heel veel emoties en dergelijke vooroordelen achter zitten. Dus hoe ga je om met die spanningsveld? Ik denk dat dat een deel is van waar je mee bezig bent in filosofie. Dus dat is geen a priori beslissing die je neemt als je een opleiding inzet of zelf onderzoek doet. Ik denk dat actief onderdeel is van je onderzoek. Dus een voorbeeld waar ik het altijd goed vind terugkomen is het werk van Frans Fanon bijvoorbeeld. Die schrijft over kolonialisme, die schrijft over hoe het is voor hem om als persoon met een donkere huid in een samenleving te zitten en een intellectueel milieu te zitten, gewoon op straat te zitten, maakt niet uit waar te zitten, en in een positie te zitten van, oh, ik ben de gekoloniseerde, ik ben de ex-slaaf enzovoort. En zijn
beschrijvingen daarin, die werken alleen maar omdat ze alle emotie en woede en frustratie enzovoort combineren met een haarscherp, messcherp inzicht in wat daar op een meer structurele manier aan de hand is. Dus juist de vraag van wanneer laat je je emoties te buiten, wanneer neem je ze mee als auteur, maar ook als lezer, en hoe werkt het als je dat wel doet, en kun je dat ooit weten, en tot op welk punt kun je dat weten? Ik denk dat dat deel uitmaakt van een geesteswetenschappelijke benadering van de werkelijkheid, eigenlijk. Oké, okay. Dus die vraag, die spanningsveld, is eigenlijk een onderdeel van de opleiding zelf? Ja, zeker. En je ziet dat ook doordat het is een Engelstalige opleiding, en je ziet dat ook in discussies in klassen die ontstaan tussen studenten uit verschillende regio's. Mm. Dus als het over democratie gaat en over waar democratie heen moet, dan praten studenten uit andere landen over totaal andere dingen dan studenten uit Nederland. Mm. Omdat er, ten eerste natuurlijk omdat er in hun eigen land andere zaken spelen, maar ook omdat er een andere culturele achtergrond is met hoe er überhaupt gedacht wordt over zo'n fenomeen. Mm. En zie je dat dat juist goed is, dus die studenten? Dus dat het goed is dat er verschillende problematiek eigenlijk aan de orde komt, en dat die wellicht ook getest worden aan dezelfde filosofische theorieën? Ik denk het wel. Kijk, sowieso is het prettig. Ik bedoel, iedereen kent dat van als je ooit hebt gekampeerd of je bent in het buitenland geweest, een van de leukste dingen in de wereld is met andere mensen een beetje leuteren over cultuurverschillen. Dat is ontzettend fijn. Maar los daarvan, dat het de sfeer bevordert, ik denk dat het didactisch ook ontzettend sterk is, omdat dat dus een van de punten is waarop je kan testen, als het ware, of een filosofische theorie standhoudt, wat rijkwijde ervan is. Ja. Dus je kunt bijvoorbeeld, stel je het een politiek-filosofische theorie over wat er moet gebeuren met de democratie, analyse over wat er moet gebeuren met de democratie in Nederland. Een van de vragen die je dan onmiddellijk kan stellen is, gaat dit ook op voor andere democratieën? En zo niet, wat maakt Nederland dan zo uniek? En een van de waardevolste perspectieven die je daar dan op kan hebben is precies het perspectief van een buitenstaander. Die kan zeggen van ja, maar jullie democratie is idiosyncratisch op dit of dat punt. Ja, vet. Avonturen bestaan niet. Dat ook nog eens, ja. Ja, dat ook nog eens. Je hebt een boek geschreven met Simon. Uh-huh. Over het avonturen. Simon Guzman, ja. Simon Guzman. Over het avonturen niet bestaan. Ja. En het idee wat jullie achter dat boek hadden, volgens mij, is te bespreken hoe wij ons leven eigenlijk terugkijkend zien als een narratief. Ja. Maar die narratief zit er eigenlijk niet echt in. Ja. Ja, dat is sowieso, dat is een interesse die we allebei hebben in filosofische antropologie. Dat is eigenlijk een soort, ook een soort bastaard domein, in de zin dat het bestaat bijna nergens in de wereld, behalve in Nederland, bepaalde universiteit in Duitsland en op een paar andere plekjes, is er het idee van, oké, er is een discipline die kun je filosofische antropologie noemen, en wat je daarin probeert is kijken of er ondanks alle verschillen die tussen iedereen spelen, of er fundamentele zaken in de menselijke conditie zijn die je op conceptueel niveau kan begrijpen. Dus die filosofischer zijn dan het feit van we moeten allemaal eten, belasting betalen en een keer sterven. En wat je daarin ziet is dat mensen zijn het er al vrij lang over eens dat er een paar van die zaken zijn die we allemaal delen, waar we allemaal eeuwig over in verwarring zijn, en daarom vinden we het met z'n allen vrij nuttig dat daar vrij veel boeken en documentaires enzovoort over uitkomen. Bijvoorbeeld over we willen allemaal gelukkig zijn. Bijvoorbeeld over we willen allemaal liefde. Bijvoorbeeld we willen allemaal in een stabiel milieu opgroeien enzovoort. Ja. Je hebt een paar van die catchphrases, een paar van die kernconcepten die elke keer weer terugkomen, precies omdat je ze nooit vast kan pinnen. Hè? Met liefde is het nooit zo dat iemand zegt van, jongens, het is klaar, John Mayer heeft het laatste liefdesliedje geschreven. Hij legt precies uit wat liefde is. Alle andere liedjes, alle boeketreeksromans, alle romantische comedies, het kan allemaal weg. We hebben alleen nog deze 3,5 minuut nodig. Liefde is opgelost, it's done. Nee, waarom? Omdat liefde dynamisch nominalistisch is. Het blijft zich ontwikkelen. Wat het is. Dynamisch nominalistisch. Ja, dus het is iets wat wij zelf benoemen. Mm-hmm. Maar door in de act van het benoemen verandert het. Mm. Anywho. Wij dachten, Simon en ik, door allerlei factoren begonnen we op een gegeven moment te beseffen dat avontuur ook zo'n concept is. Dat door onze publieke ruimte zweeft, dat door onze psyche zweeft en dat constant van betekenis verandert, wel op heel langzame manier, maar door de eeuwen heen zie je wel degelijk veranderingen. En waar constant ontzettend aan geappelleerd wordt. Dus als je kijkt naar de hoeveelheid reclames voor huishoudelijke producten als scheermesjes, brillen, computers, nou, oké, is geen huishoudelijk product, maar toch,
noem maar op, auto's, studies, banen, politici die zich als avonturiers presenteren en ga ze maar door. En als je dan op een gegeven moment gaat kijken naar, oké, hoeveel is daar nou over te vinden? Hoeveel is er nou over te vinden over waarom willen wij avonturen beleven? Dan vind je een heleboel literatuur over dat we thrillseekers zijn of consumentistisch leven en noem maar op. En je vindt een heleboel literatuur over wat onze verslaving aan games en films al wel niet betekent enzovoort. Maar je vindt nooit een studie die dat samenbrengt van, hey, het appelleert allemaal letterlijk aan hetzelfde concept. Wat zegt dat? Er zijn uiteindelijk twee studies gedaan. Eén door een Duitser in 1974 en één door een Amerikaan, ook in 1974. Maar dat was een beetje verouderd. Dus wij dachten, nou, wij gaan dat eens doen. En dan valt er een heleboel op zijn plek. Dus waar dat concept bij ons vooral voor staat, is dat de drang naar avontuur is als het ware de drang naar een leven waarin alles betekenis heeft. Dus waarin de dreiging van contingentie en trivialiteit weg is. En waarbij je in een soort sfeer, want het is vooral een esthetisch fenomeen, in een soort sfeer kan verkeren waarin je het gevoel kan hebben dat er zingeving gegarandeerd is. Ja. Dus dat is, natuurlijk is dat de basisstructuur van elke avontuurlijke film bijvoorbeeld. Dus in een avontuurlijke film is het nooit zo dat je toevallig een bejaarde man tegenkomt op een hoek van een straat. Nee, dat is altijd een soort mentorfiguur die wegens een lotsbestemming die zich nu gaat ontvouwen met jou moet praten om te zeggen, you're a wizard, Harry Potter. En op dezelfde manier is het in een romantische comedy nooit zo dat je een hoek omslaat en tegen iemand aanbotst en al je papieren laat vallen en dat het gewoon is. Mm-hmm. Het heeft altijd gevolgen, er zijn altijd consequenties. In het plot is alles relevant. Je vindt nooit een papiertje waarop iets staat en dat het niks betekent in een film. Het heeft altijd een functie in de betekenis van het verdere plot. Dat is wat avontuur je geeft. Mm-hmm. Als het mogelijk is om avonturen te beleven, dan is het mogelijk om te leven op een manier waarop je in het besef staat van, nou, dit gaat ergens heen. Het heeft zin. Ik hoef me niet af te vragen of er zingeving is. Dat is wat al die avontuurlijke verlokkingen beloven. Dat is wat Poetin, als hij zich aankleedt als een soort Indiana Jones in de wildernis met een geweer die op beren jaagt, dat is de communicatie die daar plaatsvindt. Hetzelfde met Emmanuel Macron, zijn eerste persfoto's, in ieder geval die Nederland bereikte, was dat hij abseilde uit een helikopter naar een nucleaire onderzeeër in de Atlantische Oceaan. Dat zijn bewuste beelden. Dat zijn beelden die het gevoel geven van, oh, er is met ons land iets episch aan de hand. Je kunt als het ware de soundtrack al horen onder die beelden. Mm. En als je hierin deelneemt, is het net zoals in een avonturenverhaal dat er iets zinvol aan de hand is. Dat is waarom scheermessen, bijvoorbeeld, Gillette heeft dat gedaan, een Rogue One Star Wars editie uitbrengen. Met een reclame waarin letterlijk een trooper uit een scène in Star Wars gevolgd wordt op een slagveld. Natuurlijk is het een van de good guys bij het verzet. En dan komt er een soort flashback en dan blijkt dat hij zich van tevoren heeft staan scheren met een Gillette scheermes voordat hij evil Imperial stormtroopers ging afknallen. Waarom werkt dat? En waarom nou, de reden dat dat werkt is dat het de boodschap geeft, als je normale scheermesjes koopt, dan is dat triviaal. Letterlijk, dan betekent het niks buiten de act van het scheren zelf. Maar het idee bij zo'n Gillette-mesje is dat je een soort lifestyle koopt. Is dat je je leven vult met producten. Want je koopt natuurlijk ook de Audi van die coole reclame. En je koopt de kleren van die coole celebrities die je hebt gezien. Dat als je je leven daarmee vult, dat die objecten jou als het ware koppelen aan een manier van leven waarin alles zin heeft. En waarin je niet af hoeft te vragen van, oh god, waarom sta ik hier weer 's ochtends? Ja. En dat werkt ontzettend goed, omdat het gebrek aan zingeving en een teveel aan trivialiteit is iets wat wij ontzettend vervelend vinden als mensen. Er gebeuren een aantal dingen hier. Want ten eerste, die drang naar zingeving en het creëren van avonturen is iets wat in ons natuurlijk bestaat. Is dat de pleidooi die je maakt? Dat is wat we allemaal doen. Even inschenken. Wil jij nog? Verhalen vertellen is sowieso iets wat we allemaal doen. Ja. Okay. Verhalen vertellen is iets wat we sowieso allemaal doen. En avonturenverhalen vertellen is iets wat we ook altijd al hebben gedaan. Het concept avontuur, de term bestaat pas sinds de 11e eeuw. Maar vanaf dat punt, vanaf het punt dat concept ons ter beschikking staat, kun je zien dat we het altijd gedaan hebben. Maar wat niet gebeurt, wat nieuw is, is dat we zelf allemaal het idee hebben dat ons leven avontuurlijk moet zijn. Mm.
hè, zeker in de westerse wereld, onder de middenklasse. Maar met avontuurlijk bedoel je dan dat we allemaal het idee hebben dat ons leven zinvol moet zijn? Ja. Of dat het zinvol is als het avontuurlijk is? Allebei. Dus het, en een goed fenomeen daarvan is bijvoorbeeld de enorme hoeveelheid aanmoediging die er is om een breekjaar te nemen, bijvoorbeeld na je middelbare school, om dan te gaan backpacken in Thailand of Australië bijvoorbeeld. En jezelf daar te vinden. Ja. Dus dat is echt een soort archetypische avontuurstructuur van, hè, je bent nou jong geweest, je moet je volwassen leven in met werk of studie. Om dat te doen moet je eerst naar een soort exotisch oord, een magische plek. En daar moet je een soort trial doormaken. Want je moet natuurlijk backpacken en een keer bestolen of beroofd worden. En een keer stranden ergens. Dat is allemaal paniek en erg. Maar dat is een soort crucible waar je dan doorheen moet. Ja. En dan kom je terug met een nieuwe of aangescherpte identiteit. En dan kun je het gaan maken in de wereld. Het is een redelijk nieuw fenomeen, toch? Ja. Maar ook dat specifieke vorm van naar Australië of Thailand reizen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, in eerste instantie komt avontuur, dus als we even het letterlijke begrip pakken, want er is een langere geschiedenis, maar het concept avontuur komt op in Frankrijk in ridderromans in eind 11e, begin 12e eeuw. Mm. En dan al vrij snel wordt dat letterlijk een code voor de ridderelite. Dus in het Spanje van de 13e eeuw, dat was toen niet Spanje, maar dat gebied, het territorium Spanje in de 13e eeuw, Aragon en de Castilië in ieder geval, ridders daar waren verplicht om Arthuriaanse ridderromans te lezen. Mm-hmm. Dat was een plicht en er stond een boete op, bij wet, op het betrapt worden met andere literatuur. Dat is prachtig. Want het idee was, kijk, natuurlijk, ze dachten niet dat het realistisch was. Hè? Ze dachten niet dat de bossen echt gevuld waren met draken en vliegende schaakborden en prinsessen en torens die ze moesten redden. Maar het idee was, die verhalen geven jou, die personages, die vertellen jou, die instrueren jou in hoe je moet leven en wie je moet zijn. Mm. En natuurlijk kun je in de 13e eeuw een boerenjoch zijn in Spanje, dat op een kermis in het jaarlijkse festival een soort theatertroep ziet optreden en die ridderverhalen ziet uitbeelden. Natuurlijk kun je dan verlangen naar, ik zou ook een ridder willen zijn. Ik wil ook avonturen beleven. Maar het is het daadwerkelijk doen, hè, het daadwerkelijk incorporeren van die avontuurlijkheid in je leven, dat ligt bij die ridderelite. En de enige groep die elkaar ook kan afkeuren in het falen daarin, of het goedkeuren in het slagen daarin, zijn ridders naar elkaar. Mm. Waarom? Omdat de samenleving op dat moment simpelweg niet zo in elkaar zit dat een boerenjongen kan denken, er wordt van mij verwacht dat ik avonturen beleef. Mm. Nee, je moet gewoon je bek houden en werken en hopen dat je niet voor je 30ste doodgaat aan een of andere supervervelende ziekte. Mm. Wat er gebeurt vervolgens in een proces van eeuwenlang is dat eerst, naarmate ze rijker worden, kooplieden ook aan de haal gaan met het idee van, wij zijn ook avonturiers. En die hebben ook wel wat elementen in hun leven die dat als het ware boekstaven. Want ze reizen door onveilig gebied, ze worden af en toe worden ze overvallen, ze spreken meerdere talen, nou, enzovoort. Dus die kunnen op een gegeven moment ook claimen, wij zijn hier de avonturiers. Mm. En op een gegeven moment, aan het begin van de moderniteit, zie je dat ook flippen. Waarom? Omdat de oude ridderelite en de aristocratie in zijn algemeenheid op dat moment steeds minder geld heeft. En de eerste echt grote compagnieën ontstaan van clusters van kooplieden die de wereld maar eens gaan koloniseren. En die nemen zelf de titel avonturier over. Dus je hebt bijvoorbeeld dan de Merchant Adventurers of London en de Merchant Adventurers of Exeter en de Merchant Adventurers of dit en dat en dat. En je krijgt goudsmeden, gildes in Duitsland die zich de goudsmidavonturiers noemen enzovoort. Dus dan bloedt dat al door naar kooplieden. Ja. Nou, en zo zie je dat dat een grotere groep bereikt. En dan, zodra vooral drukwerk, hè, de gedrukte verhalen, boeken, en met een toename van geletterdheid daarbij, zodra die ook een factor gaan spelen, dan zie je een explosie. Dus dan zie je avonturenverhalen waarin ook schelmen een hoofdrol gaan spelen. Picareske romans zie je die wat meer humoristisch zijn. En dan zie je dat avontuur zich uitbreidt naar verhalen over alle rangen en standen en levensstijlen. En dan krijg je dus ook een proces waarin meer mensen zich daaraan gaan spiegelen. Hmm. Nou, en door een proces van eeuwen heen kom je dus, met name na de Tweede Wereldoorlog, op een punt waarin er voor iedereen als het ware avontuurlijke archetypes bestaan. Voor iedere activiteit, voor iedere persoonlijkheid, voor iedere sociale positie in de samenleving bestaat een, laat maar zeggen, literatuur waaraan je je kan spiegelen. En tegelijk
komt er een consumentenmaatschappij waarin ook gezegd wordt van wie jij ook wil zijn, wat je ook wil doen. Als je hard werkt, dan kom je er wel en we hebben alle producten te koop die jij nodig hebt om dat te realiseren. En de combinatie van die twee, dus aan de ene kant de literatuur die jou oneindig veel voorbeelden geeft, en met games neemt dat nog veel grotere vlucht overigens. En aan de andere kant een maatschappij die jou in ieder geval nominaal belooft dat wat je ook nodig hebt, als je hard werkt, dan kun je het geld verdienen om dat te kopen. En het is ook echt te koop. Dat creëert een samenleving waarin je, hè, zoals we nu merken, een set drivers hebt voor jonge generaties, waardoor ze denken van oké, ik moet alles zo intens en avontuurlijk mogelijk beleven. Dus elke foto die ik neem van mezelf en online zet, die draagt als het ware bij aan de trailer, hè, dus al die dingen, de trailer van het leven, het avontuurlijke leven, dat dan eigenlijk de film zou zijn. Ja. Dus alles moet in de goede filter staan en alles moet precies goed zijn. Ik moet me enten op beroemdheden, ik moet bloggers en vloggers volgen om te kijken wat ik daar zelf van kan doen. En ik moet dus dat breekjaar in Australië hebben en ga ze maar door. En dan krijg je... Zou je dan zeggen dat het de drang naar avontuur van de gewone persoon eigenlijk pas opkomt met de consumentenmaatschappij? Ja, zeker. Dus voorheen waren eigenlijk degenen die bovenaan de rang stonden of die het konden betalen of die het konden veroorloven, die hadden de luxe om zingeving en avontuur in hun leven te implementeren. Op een letterlijke manier, Op een letterlijke manier, inderdaad. Ja. En pas wanneer de consumentenmaatschappij opkomt, wordt eigenlijk als een marketingtruc de gewone volk overtuigd van hey, jij kan ook avontuur beleven. Ja, alleen ik denk niet dat het... Ik denk dat het meer is dan een marketingtruc, omdat het is ook iets dat... Dat gewoon ontzettend aan je appelleert. Het is bijvoorbeeld ook helemaal niet exclusief aan kapitalistische maatschappijen. Dus als je kijkt naar Sovjet-propaganda bijvoorbeeld, dat is bijna 100% keer op keer het idee dat iedere normale boerenjongen kan zo'n arbeider op zo'n glorieuze poster worden, waarin je of met een hooivork het land te lijf gaat, of als soldaat met een geweer de vijand te lijf gaat. Maar het is altijd glorieus in mooie kleuren met sterke, gezonde mensen en de zon schijnt en de grote leider die kijkt goedkeurend toe. Ja. Dat is ook het idee van hey, wij leven met z'n allen in een soort Star Wars script. Ja. Letterlijk. En dan kun je natuurlijk afvragen welke van de twee is beter. Want de Sovjet-Unie en Sovjet-propaganda werpt een verhaal op van als je goed je best doet en dergelijke, kun je ook een held worden in de voortgang van het communisme. En aan de andere kant heb je een consumentenmaatschappij, allerlei verschillende bedrijven die zeggen als je hard genoeg werkt, kun je ditgene kopen wat wij verkopen en daarmee je leven zinvol maken. Ja. Dus beide... Ja, het is de vraag of je dan... Dat is een soort spanning tussen of je individuele of collectieve avonturen wil beleven. En dat is bijvoorbeeld heel duidelijk in... ik denk dat we niet willen kiezen voor één van de twee. En dus bijvoorbeeld bijvoorbeeld voetbalfans zijn een heel goed voorbeeld van mensen die zich identificeren met een collectief avontuur. Weet je, je bent geen voetbalfan voor jezelf. Als je echt diehard fan bent, ben je fan niet alleen van de club, maar ook voor de club. En dan gaat het veel meer om dat collectieve avontuur. En dan gaat het er ook om dat je met je buren en je kinderen en je vrienden dat samen doet. Het is geen individuele beleving. Maar je wil, tuurlijk wil je dat ook glorieus is. En er zit ook altijd een soort strijdermentaliteit achter. Dus het is ook niet wat wij niet proberen te zeggen in het boek. We proberen absoluut niet te zeggen dat er een moreel oordeel over onze drang naar avonturen geveld moet worden. Waar wel een moreel oordeel over geveld moet worden, is de punten waarop dat als het ware gekaapt wordt. Dus het hele fenomeen, bijvoorbeeld bij veel tieners, wat dan FOMO heet, de fear of missing out, dat is een van de punten waarop het ziekelijk, pathologisch begint te worden. Dus het idee dat je over je social media kanalen heen gaat en je denkt, iedereen in mijn leven heeft een spannender leven dan ik. Ik zit hier maar op de bank een beetje te scrollen. En iedereen is op vette festivals of in mooie restaurants of leuke dingen aan het doen enzovoort. Maar omdat iedereen dat zo mooi gefilterd online zet, lijkt het natuurlijk glorieuzer dan wat er daadwerkelijk aan de hand is. Mm-hmm. Dat vette feestje wat er gaande lijkt te zijn, ja, 90% kans dat het best wel lauw is en dat daar ook gewoon iemand op de bank zit, net zoals jij. Alleen hij zit er net mooiere foto's van te nemen van iets wat gaande is. Dus dat is een soort spanning waar we denk ik niet van afkomen, maar het is wel een spanning die we beter in beeld kunnen krijgen. Dus het idee is dat we beter begrip nodig hebben van waarom zijn wij zo gevoelig voor die illusie van avontuur
En waarom werkt dat zo ontzettend goed? Ja. Nou, ik denk dat je... je zei het eerder al, in een film en in een literaire werk en dergelijke... heeft alles betekenis. Mm-hmm. Elke zin, elk woord heeft betekenis. Ja. Dat is daarvoor een reden. Het is niet toevallig. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het geselecteerd wordt. Ja. De schrijver wil iets vertellen. En alles wat in het boek staat, dient... Mm-hmm. tot datgene wat hij wil vertellen. Ja. Zo ook in een film. En dus ik weet ook niet of ik het dan eens ben met het feit dat dat in je leven heel veel dingen triviaal zijn. Want als je kijkt naar de causale verbanden tussen de dingen die in je leven gebeuren, heeft alles natuurlijk zin. En als jij terugkijkt op jouw verleden, zijn de herinneringen die je hebben altijd een gevolg gehad, of de dingen die jij herinnert, hebben altijd een gevolg gehad voor waar je nu bent. Ja. Dus in die zin hebben ze eigenlijk altijd wel zin. Op wat er ook gebeurt. Hetzelfde geldt met social media. Mensen selecteren inderdaad wat ze erop willen plaatsen. Dus een deel van hun leven komt erop en een deel niet. Mm-hmm. Een deel is memorabel. Of is het waard om herinnerd te worden? Of is het waard om aan anderen te laten zien? En een deel niet. Het is, ook als ik met jou praat, zijn er dingen waar ik over praat en waar ik over niet over praat. Ja. Het heeft geen zin om jou te vertellen dat ik mijn tanden niet gepoetst heb of niet gepoetst heb of whatever. Tenzij je mijn tandarts bent en dan is het een ander verhaal. Dan heeft het zin. Dus dat spanningsveld heeft ook te maken met het niet weten dat er een selectieprocedure plaatsvindt. Ja. Bij een verhaal, bij een narratief, bij social media en dergelijke. Ja, klopt. Ik denk dat wat je nu benoemt, dat komt in het boek ook terug. Dat is heel mooi te zien in het vroege werk van Sartre, Jean-Paul Sartre, de Franse filosoof. En dan met name in zijn literaire werk en dan met name het boek De Walging, Nausea. En wat daarin speelt, Simon is de Sartre-expert van ons twee en die kan het allemaal veel beter samenvatten. Maar het idee is, wij zijn narratieve wezens die, zoals jij ook zegt, niets anders doen dan vertellen over wat er gebeurd is en daarin selecteren. En als je gewoon vraagt, hoe was je weekend, dan is dat al wat er gebeurt. Of als je in gesprek bent en je stelt je aan elkaar voor, dan ga je altijd over je verleden vertellen en je selecteert daar bepaalde dingen uit. En je kunt achteraf inderdaad zeggen van, nou, dit heeft zin gehad op die manier, dit heeft zin gehad op die manier. Ik kan nu zeggen van, nou, ik heb een paar relaties in mijn leven gehad en een paar zijn er kapot gegaan. En nu zit ik in een relatie waarvan ik vrij zeker weet dat die niet kapot gaat. En dat komt onder andere doordat ik het een paar keer verneukt heb, maar daarvan geleerd heb. Dat is prima. Alleen het punt waarop avontuur, hè, dus dan kan ik zou in een bepaalde metaforische zin kunnen zeggen, dat is mijn avontuur geweest. Het overkoepelende avontuur van mijn liefdesavonturen. Maar waar het fout gaat, is zodra mensen dus denken dat avonturen daadwerkelijk bestaan voordat ze beleefd worden. Dat zou de volledige titel van het boek zou zijn, avonturen bestaan niet voordat ze beleefd worden. En het idee hebben van, ik zit nu in een relatie die het niet is, maar die eigenlijk een les is op weg naar de volgende. En dat heb ik om me heen gezien. Meermaals gezien. Hè? Mensen stellen die meer dan 10 jaar bij elkaar zijn. En die het op een gegeven moment verbreken. Omdat ze zeggen van we denken dat er gewoon nog meer op ons pad gaat komen. Dat dit als het ware het nog niet helemaal is. En dat we misschien, dat de ware is nog ergens anders. Een soort van manifest destiny. Manifest destiny, inderdaad. Dus dat is precies hetzelfde op politiek niveau. Dan heb je ook het idee van mensen die aan de ene kant denken, om wat voor reden dan ook, die selecteren bepaalde dingen uit de geschiedenis van Amerika. Die denken, het is best lekker gegaan tot nu toe. Nog één vraagje. Als je je relatie verbreekt omdat je denkt dat er meer op je pad komt, wat meer bij je past, of de waarheid is. Nee, dat is prima. Maar als je denkt dat het gegarandeerd is. Maar het is ook net iets anders dan je relatie verbreken omdat je denkt, dit is hem gewoon niet. Precies. Precies. Ja. Dus het idee, het hele fout met avonturen denken, die we vaak maken, is de illusie van garanties. En want als er geen trivialiteit is, als we dus in een avontuur zitten, als er geen trivialiteit is, dan is betekenis gegarandeerd. Dus het idee dat als je naar Amerika gaat, dat het dan gegarandeerd, naar Australië gaat om te backpacken, dat het dan gegarandeerd is dat je een transformatie doorgaat en dat je jezelf vindt. Of het idee dat als je maar genoeg relaties afwerkt, dat het gegarandeerd is dat je dan de ware werkt. Of dus als zoals met Amerika, dat wat ook de koers is die politici en andere belanghebbenden samen uitstippelen, dat het gegarandeerd is, manifest destiny, dat Amerika altijd en eeuwig de bewaker van de vrijheid en de politieagent van de wereld zal zijn. Dat zijn vreemde ideeën die wel ontzettend goed werken, waar we ook constant in ons persoonlijk leven en in politiek enzovoort aan appelleren. Maar dat is precies het omslagpunt van avonturen.
Dus het verschil is aan de ene kant vertellen over wat je hebt beleefd, wat er is gebeurd. De synthese maken van een serie gebeurtenissen in een avonturenverhaal. Dat is prima. We zijn narratieve wezens, daar doe je niks aan. Maar vervolgens diezelfde logica van betekenisvolheid, hè, en van als het ware een snoer dat door al die gebeurtenissen heen loopt en ze aan elkaar verbindt. Door die op de toekomst te projecteren en te doen alsof dat al bestaat voordat de toekomst daadwerkelijk plaatsvindt, dat is waar het eigenaardig wordt. Dat is waar het spaak loopt. En heb je daar voorbeelden van hoe dat nu gedaan wordt? Ja, dus de propaganda is een heel goed voorbeeld. Uh-huh. Dus het zeggen dat Amerika's Manifest Destiny, of in de voormalige Sovjet-Unie het idee dat al zeker is dat het communisme, de communistische helstaat, zal arriveren. Dat is er één. Religie is een heel goed voorbeeld. Dus het idee dat je, als je je volgens bepaalde codes gedraagt, dat dan gegarandeerd is dat er heil volgt aan het einde van je leven, of na je dood, beter gezegd. Maar ook in de beloftes van een heleboel bedrijven bijvoorbeeld, of studies. Dus studies die prijzen zichzelf heel graag aan als avonturen. Bedrijven prijzen zichzelf heel graag aan als bruisende avontuurlijke werkplekken. Wat ze daarmee zeggen, wat de betekenis is van dat taalgebruik, is: op deze plek ga je geen existentiële crisis krijgen. Er gaat geen trivialiteit plaatsvinden. Terwijl in de werkelijkheid, natuurlijk kan het zo zijn dat jij een baan gaat vinden bij een bedrijf waarvan je van tevoren denkt: dit is ongelooflijk mooi, dit is ontzettend leuk. Maar na een jaar daar werken kom je erachter: dit heeft me niks geleerd. Het doet me werkelijk helemaal niks. Gewoon als ik moet reflecteren op wat het emotioneel met me doet, het antwoord is gewoon niks. En als ik moet reflecteren op wat heb ik ervan geleerd, is het antwoord ook niks. Dat kan gebeuren. Ja. Met ziekte is het ook zoiets. Hè? Dus mensen, natuurlijk willen mensen graag dat als je iets fysieks of mentaals hebt, dat het een bepaalde les is waarvan je op een gegeven moment kan zeggen: goh, dit heeft me sterker gemaakt. Hè? Whatever doesn't kill me, make me stronger. Fight against cancer. Ja, survivors zijn van een bepaalde ziekte. En dat is prachtig als het zo voor je loopt. Maar voor een heleboel mensen is het gewoon zo dat je gewoon ziek bent. En dat je er niks van leert. En dat het alleen maar in de weg zit. En dat het gewoon verschrikkelijk is. En voor een derde van de studenten die aan de meeste studies beginnen, is het na een jaar zo dat ze moeten bekennen van: ja, het is hem gewoon niet. Ik ga stoppen. Ik ga iets anders doen. En dat schoffelen we graag allemaal een beetje onder het tapijt. Omdat dat dus zou betekenen, als je dat meer erkent, dan moet je vrij expliciet zijn over dat wij. Dan moet je er vrij expliciet over zijn dat wij wezens zijn die best wel vaak falen. En best wel vaak dingen meemaken waarvan je denkt: het zal. Ja, het zal, inderdaad. Alleen denk ik, volgens mij, maar ik weet niet of je het aan het doen wil, maar het klinkt alsof je dat een beetje aan het trivialiseren bent. Want het is ook niet interessant om te vertellen over degene voor wie het hem toch niet was. Zeker niet als opleiding. Klopt, maar wat je daar bijvoorbeeld als probleem krijgt, is het is beloftes van gouden bergen. En ik denk dat in zekere zin, er zit altijd wel iets in filosofie waarmee je probeert op te komen voor de underdog. En niet op een soort heroïsche manier, want we gaan niet in onze eigen avontuurlijke val vangen, maar dat je wel altijd bezig bent met een bepaalde scherpte, zeker in wat meer maatschappelijk geëngageerde filosofie, is dat je altijd analytisch bezig bent. Ja, maar hallo, wie wordt er nou in een soort mainstream discours buiten boord gelaten? Nou, en in al die avontuurlijkheid, wie er buiten boord gelaten worden, zijn mensen die dat avontuurlijke verhaal niet kunnen vertellen. Ja, dus een ander goed voorbeeld in ziektebeelden daarvan bijvoorbeeld is, wat jij al zei, kanker en daar survivors van zijn. Dat is hartstikke mooi. En als dat de manier is om er doorheen te komen, is dat prima. Maar ik weet nog heel goed, een van de eerste lezingen over het boek die ik deed, die was in Rotterdam. En na de lezing kwam er een man naar me toe en die zei van: ik heb het boek gekocht en als ik het zo hoor in de lezing, ik vind het echt prachtig, want het is precies de problematiek waar ik mee bezig ben. Ik vraag: nou, wat doet u? Hij zegt: ik begeleid als een soort psycholoog, begeleid ik kankerpatiënten in hun ziekte. En hij zegt: een heleboel kankerpatiënten, ik weet hier niks van, het is uit tweede hand, maar toch. Mm-hmm. Hij zegt: een heleboel kankerpatiënten die ervaren die hele survivor narrativiteit, dat hele survivor discours, als een enorme druk.
Want die ervaren dat als een soort druk van, oh, moet ik me zo opstellen naar familie en vrienden en onbekenden? Mijn god, ik heb kanker, ik heb er helemaal niet de energie voor. Ja. Waarom moet ik zo als een soort bikkel in een western film kennelijk, zo van, ik ben aan het vechten en ik ga joggen en ik ga positief blijven. Nee, kanker is een slopende ziekte en de meeste dagen lig je gewoon huilend ellendig in je bed. Alleen dat is dus niet het imago dat je hebt bij survivors en oh helden enzovoort. Dus dat is een tweesnijdend zwaard. Het is aan de ene kant kan dat heel veel mensen helpen om een soort gloriegevoel, of in ieder geval een soort knokgevoel bij jezelf te hebben en daar ook medestanders in te vinden. Mm-hmm. En een soort idee van, oké, ik kan hier tegen vechten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, ieder verhaal wat je op die manier avontuurlijk probeert te maken, of iedere gebeurtenis die je op die manier een avontuurlijk verhaal probeert te maken, daarmee krijg je ook een norm die je oplegt. Van, oh, je moet kennelijk zo je leven beleven. Mm-hmm. Ja, dus ook het idee van, een ander idee wat we vaak tegenkomen is de hele verwachting, om een minder deprimerend voorbeeld te geven, minder zwaar voorbeeld te geven, is de hele verwachting dat jonge mensen lekker gaan jobhoppen. Hè, dus het hele idee van, ja, het is juist een soort avontuur dat je in je jeugd een heleboel dingen kan verkennen en lekker hiervan kan snoepen en daarvan kan snoepen. En daarin zie je ook een heel duidelijk verschil, namelijk dat twintigers en dertigers zelf onder elkaar, die hebben donders goed door dat al dat jobhoppen en die tijdelijke contracten en die ZZP-baantjes, dat het super verschrikkelijk is. Want je bouwt geen pensioen op, je kan geen huis kopen, je hebt waarschijnlijk nog een studieschuld, je hebt geen vastigheid, je kan geen plek vinden waar je gaat settelen met een eventuele partner, want je weet niet waar je volgend jaar werkt. Kan wel aan de andere kant van het land zijn. Iedereen heeft massale stress. Maar babyboomers, die dus allemaal al een koophuis en een pensioen hebben en gewoon lekker op een plek zitten, die zeggen allemaal, nee, maar dat is toch leuk? Dat is toch spannend? Oh, ik zou willen dat ik het allemaal gedaan had toen ik jong was. Is het gewoon leuk als je gewoon even voor een postdoc in de universiteit dan, oh, lekker 3 jaar naar Amerika. Ja, fantastisch. Ja, daarna 2 jaar naar Taiwan. Geweldig. Ik wou dat ik het allemaal kon doen. En die vergeten dat zij de materiële basis daarvoor hebben. En die kijken er als het ware van buiten naartoe. Terwijl als je zelf in die situatie zit en er wordt je dus verteld dat je dat maar als een soort avontuur moet zien, als een soort Gulliver's Travels, dan denk je vaak van, ja, wat is dit nou voor onzin? Waar komt dit vandaan? Geef me gewoon een vast contract. Laat me gewoon op mijn werk zetten. Op mijn werk zitten. Ja, inderdaad. Vet. En dat is natuurlijk die reflexieve karakter van zo'n narratief. Ja. Omdat wij narratieve wezens zijn, spiegelen we ons ook aan de narratief die ons gegeven zonder twijfel, wordt. Ja. En dat kan inderdaad rare situaties creëren waarbij er een narratief gemaakt is om de om mensen te helpen, om mensen te motiveren. Ja. Dat heb ik heel vaak als ik als motivational speakers zie praten, denk ik van ja, dat is echt. Er is zo'n onzin, want je hemelt mensen op, je vertelt wat ze allemaal kunnen doen. Ja. En op het moment dat ze het niet halen, dat is niet leuk, is het eigenlijk hun eigen schuld. Ja. Want dat is ook nog wat heel erg gespeeld wordt. Het is, dan heb je niet graag genoeg gewild. Ja, dat is precies. Ja. Als je niet de carrière ladder klimt, dan is het alleen maar omdat je niet graag genoeg gewild hebt en niet goed genoeg hard genoeg gewerkt hebt. Het is ontzettend individualiserend. Hè? Want een hoofdkenmerk van alle avonturenfilms is dat het goede kan alleen maar gebracht worden door één persoon of een klein groepje helden. Mm. Er zijn geen avonturenfilms. Ja, misschien zijn er wat Sovjetfilms overigens. Maar er zijn geen avonturenfilms waarin letterlijk het volk met z'n allen de boel fixt. Het is altijd een klein groepje helden. En daardoor krijg je dus ook al heel snel een wereldbeeld. Of waarbij het langs de normale kanalen gaat. Ja, nee, dat moet, precies. Ja. Want de normale kanalen zijn altijd corrupt, maar die zijn ook weer goed corrupt in de zin van, dat is fijn, want er moeten obstakels zijn om avonturen te kunnen beleven. Anders heeft het geen zin. Maar dat levert iets heel vreemds op. Namelijk, dan ga je ook al sneller een wereld accepteren. En ik ben hier vrij serieus over. Het klinkt super samenzweerderig, maar toch. Ik denk dat je door die avonturen mindset sneller een wereld gaat accepteren die structureel niet goed in elkaar zit. Mm. Juist omdat je dan iets tegen te knokken hebt. Dat zie je heel duidelijk in de Amerikaanse mindset. Dat hele started from the bottom, now we're here. Van krantenwijk loper tot miljonair, zeg maar. De self-made millionaire, ja. Dus het is altijd het idee van, ja, wij in Amerika, de government, die werkt niet. Het land is nog een soort woeste, western-achtige uitdaging. En je kunt je daar doorheen knokken. En de mooiste verhalen die we hebben zijn mensen die begonnen met elke week een kwartje sparen en die daar op een gegeven moment hun eerste aandeel van gekocht hebben. Nou zijn ze multimiljardair. Ze geven niks terug aan de samenleving. Ze mogen het allemaal zelf houden, want het zijn helden. Goed voorbeeld daar in Nederland, analoog daaraan, een voorbeeld daarvan in Nederland is in de discussie die een paar jaar geleden woedde over
bias in sollicitatiebrieven. Ja. En dat op een gegeven moment Mark Rutte zich daar als premier over moest uitspreken. Daar hebben we het in het boek ook uitgebreid over. Toen heeft hij gezegd van, nou, ik heb gekeken naar discriminatie op naam bij sollicitaties. En ik als premier kom tot de conclusie dat het inderdaad zo is dat als je Mohammed heet, dat je wat moeilijker aan een baan komt dan wanneer je Piet of Jan heet. Je wordt gewoon minder snel überhaupt serieus gelezen op je curriculum vitae. Mijn conclusie is, zegt Rutte, dat ik daar niks aan kan doen. Mohammed die moet zich gewoon maar invechten. Nou, dat is avontuurlijk denken puur sang. Namelijk, de wereld is nou eenmaal zoals die is. Ja. Er zitten slechte dingen in en je kunt die niet structureel veranderen. Maar wat je wel kan doen is mensen aanmoedigen om die wereld als een soort echte Indiana Jones, als een soort obstakelbaan, als een soort stormbaan te zien die maar bestormd moet worden. Hmm. En dat is puur avonturen denken. Dus het decor is een setting waarin de wereld woest en vooral slecht is. En dan als je richt op de persoon, kan de persoon in zijn eentje daar zich doorheen knokken op de een of andere manier. Hmm. Ja, beschrijft hij volgens mij gewoon puur letterlijk Jordan Peterson. Wat nou helemaal hip en happening is. In welke zin? Nou, hij zegt ook in principe de wereld is lijden. Het leven is lijden. De wereld is een woestenij inderdaad. Maar als je hard genoeg je best doet en de waarheid blijft spreken en aan jezelf blijft werken, kun je er misschien iets zinvols van maken? Kun je in ieder geval iets van een zinvol leven leiden wat in eerste instantie goed is voor jezelf, voor de mensen om je heen en het liefst ook nog wat bredere kringen op nationaal niveau bijvoorbeeld? Ja, maar ja, dat zal ongetwijfeld voor veel mensen waar zijn, maar dan, ja, what about de miljarden mensen die op plekken wonen waar gewoon geen stromend water of elektriciteit is? Of wat about de miljoenen mensen die wel in een moderne samenleving wonen, maar die 60 uur per week werken, 2 banen hebben en nog steeds niet rondkomen. En het is die hele mythe van als je hard werkt en een positieve mindset hebt, dan heb je een kans om er wat van te maken. Die verliest uit het oog dat er vaak structurele factoren zijn, gewoon manieren waarop de samenleving materieel en politiek is ingericht, waardoor je gewoon geen schijn van kans hebt. En dat is iets wat een avontuurlijke benadering van het leven altijd uit het oog verliest. Het idee dat je meer hebt dan alleen de wilskracht van het individu. En nu weet ik weet niks van Jordan Peterson behalve één ding. Namelijk het idee, volgens mij is hij ook iemand die zich op een soort Jungiaanse archetype theorie beroept. Ja, en nu moet ik even oppassen dat ik niet te veel dingen ga zeggen wat ik niet kan zeggen. In de zin dat ik het niet goed begrepen heb. Maar wat hij in principe doet is evolutietheorie en psychologie toepassen op bijbelse verhalen, religieuze verhalen. Dus hij laat de psychologische significantie van die bijbelse verhalen zien. Gaat ervan uit dat er een moraal, een ethiek en een levenswijze in zit wat evolutionair gevormd is. Mm-hmm. Aan de hand van Jungiaanse theorieën inderdaad. Dus daar zitten bepaalde archetypes in van hoe je moet leven. Ja. En als je dat dus op die manier leest, kun je daar lessen uittrekken die nodig zijn. Jungiaanse theorieën zitten aan de basis van wat hij doet eigenlijk. Nou, omdat want ik weet iets meer over Jung dan over hem. Dus om daar, kijk, dat is natuurlijk een ontzettend, het zou ontzettend fijn zijn als het zo werkte. Het zou ontzettend fijn zijn als een heleboel van de chaos die we in onszelf en om onszelf heen ervaren, of het lijden, zoals je dat zegt. Ja. Als je daar wat meer grip op kan krijgen door je te beseffen van, oké, mensen zijn wezens die zich in archetypes bewegen. En bepaald gedrag kan verklaard worden doordat je in een archetype zit, of doordat je je verzet tegen een archetype waar je in hoort te zitten, om welke reden dan ook. Hè? Bijvoorbeeld evolutionaire redenen. Dat heb je ook. Je hebt bijvoorbeeld ook evolutionair psychologen die dat zeggen. Je hebt bepaalde evolutionair psychologen die zeggen van, nou ja, wij willen niet op een geesteswetenschappelijke manier essentialistisch willen gaan lopen doen. Maar het is nu eenmaal zo dat mannen geëvolueerd zijn om bepaalde zaken te doen en vrouwen geëvolueerd zijn om bepaalde andere zaken te doen. Dat is een min of meer natuurlijk proces en daar kunnen we weinig aan veranderen. Mm-hmm. Mijn hele probleem daarin is dat het soort betekenisgeving is dat de toekomst buitenspel zet. Want natuurlijk, stel dat het, ik denk dat al niet eens helemaal klopt, maar stel dat het waar is dat mannen en vrouwen geëvolueerd zijn om bepaalde rollen te vervullen. Dat is natuurlijk gebeurd doordat er gebeurtenissen plaats hebben gevonden.
Ze zijn geworden wat ze zijn geworden. We zijn geworden wat we zijn geworden. Door duizenden jaren lang letterlijk dingen mee te maken. Op een heel banale manier. De evolutionair psycholoog die zegt... En nu moet iedereen zich daar maar volgens gaan gedragen. Die doet alsof dus de evolutie kennelijk ergens 100 jaar geleden gestopt is. Hmm. En er een soort vlag omhoog is gegaan van... Oké, alle gebeurtenissen tellen niet meer. We moeten ons nu alleen maar gaan gedragen volgens de gebeurtenissen die al plaats hebben gevonden. Nee. Evolutie is een proces dat doorgaat. Dus ook de beslissingen die wij nu nemen, onder andere beslissingen over rollen van mannen en vrouwen, tellen gewoon mee in datzelfde proces. Die staan daar niet buiten. Hmm. Want wat mannen en vrouwen zijn geworden doorheen de geschiedenis, is onder andere een resultaat van mannen en vrouwen die nadenken over wat mannen en vrouwen ten opzichte van elkaar moeten doen en hoe je die labels man en vrouw gebruikt. Hmm. Dus wat mij altijd in dit soort discussies over archetypes of evolutionaire wordingsidentiteiten verrast, is dat gedaan wordt alsof dan kennelijk daar nu gestopt mee wordt. En dat alle discussies en debatten die daarover plaatsvinden, als het ware niet meetellen en een soort verwarring zijn ten opzichte van een verleden waar we gewoon naar kunnen kijken. Dat is heel raar, want dan doe je dus altijd alsof er ergens een breuk in de tijd ligt, waar dan ook, waar we zeggen en nu stoppen en terugkijken. Terwijl dat natuurlijk nooit waar is geweest. Want onze hele evolutionaire geschiedenis is juist een kwestie van niet stoppen en niet terugkijken. Uh-huh. Het zou heel vreemd zijn, laten we hem dan maar als strawman gebruiken, de Jordan Peterson van honderden jaren geleden. Die gewoon zegt van, van duizenden jaren geleden misschien zelfs. Van ja jongens, al dat niet wonen in een grot. Sorry hoor, dat gaan we niet doen. Dat is allemaal verwarrend. We moeten terugkijken naar onze evolutionaire geschiedenis en de archetypes die daarin bovenkomen. Ja. Nee, archetypes worden gecreëerd door juist te breken met zaken. Overigens, een stokpaardje wat ik daar heb, wat hier niet aan gerelateerd is, maar de logica is hetzelfde, is mensen die zeggen, die bijvoorbeeld zich beroepen op, ja, we moeten op een soort conservatieve manier terug naar de joods-christelijke identiteit van Nederland. Ja. Want al onze normen en waarden, alles wat zo mooi is in onze cultuur, dat is toch de joods-christelijke identiteit. En dan denk ik, vriend, 3 seconden op Wikipedia kijken en je weet dat alle leuke dingen, alle normen en waarden die enigszins universeel zijn, die zijn van ketters, van mensen die door koningen en door de leiders van de kerk werd gezegd van, ho, nou ben je allemaal nieuwe dingen aan het doen, stop hier eens mee. Ja. Spinoza is verbannen. Kant heeft een brief gekregen van zijn, wat was dat, keurvorst van Immanuel, stop even met dit doen, want dit is slecht voor het geloof en voor het systeem. Dus ik ben er veel meer van overtuigd dat, om deze warboel samen te vatten, ik ben er veel meer van overtuigd dat mensen juist wezens zijn die stabiliteit en identiteit vinden door toekomstgericht te zijn. En door een beter beeld te krijgen van wat zijn nou eigenlijk de uitdagingen waar wij nu voor gaan staan. En in welke zin verschillen die van waar we al mee te doen hebben gehad. En het is ook altijd de illusie van het soort literatuur, het soort theorievorming dat zich beroept op een soort eeuwige identiteitskenmerken in mensen. Het is altijd de illusie dat je daar naar terug kan. Dat je Pandora's doos eigenlijk weer kan sluiten. Dat is een heel vreemd idee. Hoe zie je dat voor je, vraag ik me dan altijd af. Zeg maar, is er een argument, is er een boek te schrijven? Stel je bent voor, om dat stokpaardje maar te pakken, stel je bent voor traditionele, meer traditionele rolpatronen tussen mannen en vrouwen. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je het boek schrijven of het regime bouwen waarin iedereen collectief zegt van, nou is goed, dan gaan we gewoon weer allemaal doen alsof het 1921 is. Dat gaat gewoon niet lukken. Dat bestaat niet. Het is een soort rare wensdroom. Het is een hele aantrekkelijke wensdroom, waarin je een heleboel steun voor kan werven, omdat het een soort illusie van stabiliteit en een duidelijke wereld die lekker overzichtelijk is, biedt. Het is alleen geen realistische wensdroom. Het is een avontuurlijke illusie. Ja, ik denk dat je inderdaad naar de toekomst moet blijven kijken en moet openhouden dat alles wat bepaald is, of waarvan je denkt dat traditioneel is, ook contingent ontwikkeld is. En ik denk als er mensen zijn die daarvoor pleiten, die zeggen dat het zo moet blijven zoals het geweest is, dat die zeker in een enorme illusie leven. Ik denk wel dat er een argument voor te maken is om te zeggen dat niet alles sociaal geconstrueerd is.
dat er wel bepaalde structuren zijn aan de manier waarop dingen ontwikkeld zijn, die je niet zomaar 1, 2, 3 kan veranderen. Nee, daar ben ik het mee eens. Ik ben absoluut geen sociaal constructivist. En je weet, ik schaar mij onder de speculatief realisten. Dus ik ben geen vriend van de sociaal constructivisten in een bepaalde zin. En daar moet ook mee opgepast worden. Dus het hele idee is, er is een bepaalde... De laatste decennia is er een bepaalde neiging om sociaal constructivisme als een soort progressief... om dat te identificeren met een progressieve houding. En dat klopt niet. En wat je daar vooral ziet is een soort verwarring van ontologie met politiek. Dus uiteindelijk sociaal constructivisme is een ontologische positie. Het is een idee over wat zijn dingen nou eigenlijk echt. Een sociaal constructivist is iemand die zegt, misschien niet... rotsen en sterrenstelsels, maar alle dingen waar wij waarde aan hechten in onze cultuur, onze identiteit, alle dingen die conceptueel zijn, die zijn sociale constructen, die maken en breken wij. En dat idee wordt dan aangegrepen als een soort emancipatoire notie, want als we het zelf gemaakt hebben, dan kunnen we het ook veranderen, ten goede. Waardoor je het idee krijgt van oké, als je lekker links progressief bent, dan ben je sociaal constructivist. Ik ben daar niet zo zeker van. Of die identificatie wel zo één op één werkt. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Franse... Met linksprogressivisme en sociaal constructivisme. Ja, dus als je kijkt naar Franse revolutie... toen was het precies andersom. Toen waren de conservatievelingen de sociaal constructivisten... en de mensen op links de universalisten. Het waren toen de aristocraten die juist het argument maakten van... nee, al die structuren die jullie af willen breken... het heeft ons honderden jaren gekost om dit allemaal op te bouwen... dit culturele bouwwerk, sociaal-constructivistisch argument. Waarom willen jullie dit kostbare glazen paleis... waarom willen jullie de ruiten gaan ingooien? En het waren de mensen op links, de progressieve krachten... die dat eigenlijk deden in naam van een universele, vrij essentiële notie van de mens... Dus ik ben altijd vrij huiverig om sowieso te denken dat filosofie bij politiek begint, maar ook om te denken dat een sociaal constructivistisch argument je altijd uit de problemen gaat helpen als je progressief bent. Ja, inderdaad. Dus wat je eigenlijk zegt is, aan de ene kant is het goed om te onthouden dat de traditionele verhoudingen ontwikkeld zijn. Dus als we naar het... Ik krijg niet meer hoe we hierop kwamen, maar het maakt niet zoveel uit. Dat die ook dus kunnen veranderen. Maar aan de andere kant moet je er ook rekening mee houden dat het niet zomaar een keuze is om bepaalde verhoudingen te creëren. En dat je wellicht ook dingen kapot kan maken als je willy-nilly dingen wilt gaan veranderen. Ja, dat heeft voor mij te maken, ik weet niet of ik het zo zeg, voor mij heeft het te maken met dingen waarvan we soms denken dat ze sociale constructen zijn, zou ik zeggen. Zelfs sociale constructen zijn in echt. Wat betekent dat ze hun eigen nukkigheid, hun eigen koppigheid en hun eigen logica hebben. Dus, en dat is wat ik daar straks al even kort dynamisch nominalisme noemde. Dat is een notie van Ian Hacking, dat is een filosoof uit Canada. En die heeft heel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de opkomst van... noties die met pathologie te maken hebben. Bijvoorbeeld obesitas, depressie, maar ook, want hij is Foucauldiaan, met noties die met seksualiteit te maken hebben. Bijvoorbeeld homoseksualiteit. En zijn punt is, en ik heb daar sympathie voor, hij zegt, je ziet dat die noties opkomen doorheen de wereld. Trauma doorheen de geschiedenis. Trauma is een heel goed voorbeeld. Ja, zo tot aan de Tweede Wereldoorlog ongeveer, roughly, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, was een trauma letterlijk een fysieke wond. En pas vrij recentelijk is de betekenis van trauma verschoven naar het idee... je hebt iets meegemaakt wat jou mentaal aan duigen heeft geslagen. En wat nu nog elke dag, dag in dag uit, expliciet en impliciet bepaalt wat je doet en laat. Natuurlijk was het voor het concept trauma bestond, voor geestesaandoeningen... wel degelijk zo dat mensen mentaal in duigen konden liggen. Dat is evident. Maar vanaf het moment dat trauma of obesitas of depressie of homoseksualiteit benoemd wordt, ontstaat daar een soort instituut, een soort entiteit of een soort veld of een identiteit, hoe je dat wil noemen, die als het ware stolt zijn eigen logica heeft en waar mensen zich naar gaan gedragen. Mensen gaan zich daarna gedragen en dan krijg je een soort wisselwerking tussen het concept, het sociale construct als het ware, en die mensen. Maar die mensen voegen zich ook naar dat ding. Dat ding heeft zijn eigen logica. Dat merk je bijvoorbeeld heel goed bij... Maakt hij daar een verschil tussen indifferente entiteiten en dynamische entiteiten of zoiets? Dus dynamische entiteiten zijn degene die als het ware mee veranderen door de aandacht die wij aan ze geven. Ja.
Maar dat betekent niet dat, dat ze... Dus even om het scherper te stellen, de kanker is een indifferente entiteit, want die beweegt en handelt. Die kun je niet wegdenken. Die kun je niet wegdenken, maar de strijd over de betekenis die je aan het hebben van kanker geeft. Juist. Dat is een dynamische entiteit. Ja, bijvoorbeeld er zit bij ons aan de faculteit zit nu een nieuwe collega, Seth Bledsoe, en die doet onder andere onderzoek naar de term martelaarschap. Die zo ongeveer, die zo'n 1500 jaar actief bestaat. Mm-hmm. En die laat heel duidelijk zien dat er periodes in de geschiedenis geweest zijn waarin ernstig zieke mensen met een ziekte waarvan je weet dat ze eraan gaan sterven, martelaars zijn. Mm. Nu, momenteel, is het niet mogelijk, hè, want dat bestaat niet, om als je ernstig ziek bent de identiteit martelaar te hebben. Maar als dat, je kan je voorstellen dat als je dat wel hebt in een samenleving, dat je dan een soort idee kan hebben wat veel dichter bij een religieuze beleving van, een spirituele beleving van ziekte ligt, dan bijvoorbeeld het idee van je bent een strijder of een survivor. Hmm. Dus jij hebt gelijk. Dus de ziekte zelf, die is er. Maar de beleving van de ziekte is ook een identiteit. Is ook een entiteit, sorry. En de fout die we niet moeten maken met sociaal constructivisme is het denken dat je dat dan maar makkelijk weg kan krijgen. En een goed voorbeeld is het leven in een bepaald land, in een bepaalde cultuur. Het is heel duidelijk dat in Nederland, doordat het Nederland is, krijgen mensen een andere, leven mensen in een andere atmosfeer, in een andere omgeving, die ze anders vormt dan in bijvoorbeeld Noord-Korea. En dat is een culminatie van tienduizenden factoren. Dat is in zekere zin een sociaal construct. Het Nederlanderschap, whatever het betekent, hoe murky dat ook is, dat is ook iets wat constant in beweging is. Maar dat betekent niet dat het hetzelfde tempo heeft als de wensen waarmee wij het willen veranderen. Ja. Het heeft ook zijn eigen logica, zijn eigen identiteit, zijn eigen koppigheid, zijn eigen snelheid. En daardoor kunnen we er meestal weinig aan doen. En hetzelfde geldt voor eigenlijk alle identiteitsaspecten die we hebben, denk ik. Ik denk dat een goede brug is naar speculatief realisme. Mm. Maar eerst even nog een andere vraag over het avontuurlijke. Want je maakte net een onderscheid dat het avontuurlijke denken in de politiek gebruikt wordt, in de religieuze zin gebruikt wordt, consumentenmaatschappij gebruikt wordt. En eigenlijk hebben ze allemaal hetzelfde vorm. Mm-hmm. Doe deze stappen en de heil staat wacht op je. Het heil wacht op je. Ja. Dat lijkt mij puur sang in religieus denken juist. Ja. Of misschien ligt het dieper dan een religieus denken. Ik weet niet precies wat het is. Maar ze hebben allemaal dezelfde structuur. Het heil wacht op je als je maar deze dingen doet. En als je het niet doet, val je in de zonde. En dan is het je eigen schuld dat je niet hebt gehaald. Zou je pleiten voor een avontuurlijk leven die je zelf leidt? En te zorgen dat het niet gekaapt wordt? Want dat noemde je ook als een probleem. Het wordt echt een probleem wanneer het gekaapt wordt. Of moeten we dat helemaal loslaten eigenlijk? Ah, ik denk dat je, dus hoe ga je daarmee om? Ik denk dat als goed existentialist, denk ik, niet alleen om het te identificeren met het label, maar ook denk ook echt daadwerkelijk dat het waar is, dat het beter is om dat zoveel mogelijk uit je te slopen. Op één hoofdargument is dat het je eerlijker maakt naar jezelf en anderen. Hmm. Dus het idee, nou, om naar dat voorbeeld terug te keren, stel je zit in een relatie en dingen gaan mis. Je kunt daar op twee manieren op reageren. Eén is een avontuurlijke positie innemen en gewoon tegen jezelf zeggen, dit is niet de ware voor me. Dus alsof je in een soort Disney sprookje zit waarin ergens in een kasteel de ware zit te wachten. Je hebt er alleen nog niet gevonden. Mm. Dat is avontuurlijk denken. Onavontuurlijk denken, existentialistisch denken, is je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen situatie. En gaan kijken van, oké, wat zijn wij nou zelf aan het doen in deze relatie? En wat is hier allemaal aan de hand? En welke factoren spelen er mee? En hoeveel bewegingsruimte hebben we precies? En ik denk dat je vrij snel ziet dat zodra je die avontuurlijke laag wegsnijdt, kun je realistisch gaan zijn. En echt gaan nadenken over wat je bewegings- en keuzemogelijkheden zijn. Hetzelfde geldt in politiek. Ik denk dat bijvoorbeeld dat hele idee van Amerika en als een exceptionalistisch land en het bestaan van een manifest destiny, dat dat in de weg zit. Dat het een blokkade is voor een realistische inschatting van waar is Amerika mee bezig, hoe werken die instituties, hoe werkt dat met die burgers enzovoort. Ik denk dat dat eigenlijk op alle vlakken ligt. Ik denk dat dat ook bijvoorbeeld heel banaal in consumentenproducten
zo is. Dat is eigenlijk al iets wat je altijd, wat ouders altijd hun kinderen leren. Van je moet door de glorie van zo'n reclame heen kijken en kijken of zo'n product echt iets voor je doet. Nou, dat is eigenlijk al door het avontuur heen prikken. Het is ook een gezonde manier van naar politiek kijken. Want dat is precies de analytische tool die je nodig hebt om te kijken van oké, waar ligt de grens tussen een politicus die zich alleen maar esthetisch presenteert als een avontuurlijk persoon, waar je je kan achterscharen op basis van charisma en puur enthousiasme en het idee van nou, nu gaat er iets gebeuren. En aan de andere kant, wat die persoon daadwerkelijk voor elkaar gebokst is, heeft. Ja. Ik bedoel, stel je nou eens voor een verkiezingsproces bijvoorbeeld, waarin politici zich niet presenteren als grote leiders, mensen die zich van hun beste kant laten zien, maar op een meer nuchtere manier, namelijk dit heb ik voor elkaar gebokst. Deze wetten. Deze principes zijn waar ik voor sta. Dit zijn de organen waar ik in zit. Deze en deze beslissingen, daar ben ik voor verantwoordelijk. Dat je echt kan zien wat een politicus of politica nou daadwerkelijk doet. Ik denk dat dat op zijn minst de moeite waard is om eens goed te proberen. Ja. Alleen dat beweegt mensen natuurlijk niet. Nou, dat weet ik niet. Wat mensen beweegt is... Sterker nog, als ik iemand ben die helemaal geen idee heeft wat die organen zijn, of wat die beslissingen betekenen, of wat voor zin ze hebben gehad. Dan wil je alleen maar het plaatje zien. Ja. Dan vertelt dat plaatje mij veel meer dan zo'n cv of organogram of whatever mij ooit zou kunnen vertellen. Ja, dat weet ik niet. Ik weet nog heel goed dat toen minister Vogelaar die krachtwijken identificeerde, toen was er een filmpje dat ze door een van die prachtwijken, kanswijken liep. En dat er dan mensen roepen van, ja, wie ben je eigenlijk? We zien je nooit op straat. En ik denk dat is gewoon hoe normale mensen dat doorhebben. Uiteindelijk willen mensen gewoon niet zien dat iemand zich presenteert met allemaal, ik ben, dit zijn prachtwijken. Alsof het een soort comedy film is van, het komt allemaal goed. We gaan gewoon een paar gekke plantsoentjes maken en een paar subsidietjes geven. Dan wordt het allemaal een leuke wijk. Nee, mensen willen gewoon het echte verhaal horen. En die willen het liefst dat ze met een politicus of politica kunnen praten en zo iemand kunnen vragen van, wat doe jij nou eigenlijk? Want natuurlijk is het zo. Ik begrijp ook geen bal van de Nederlandse politiek. Ik weet ook niet hoe dat allemaal in elkaar zit. Dat kost veel tijd om dat allemaal een beetje in de smiezen te krijgen. Ik heb die tijd niet. Ik neem aan dat van de 17 miljoen Nederlanders, dat er minstens 16 miljoen mensen die tijd ook niet hebben. Dus juist wat je dan wil, is politici die niet nog een keer dat Colgate glimlachgezicht presenteren, maar die gewoon rustig uitleggen van, oké, mijn baan ziet er zo uit. Binnen mijn baan heb ik deze besluiten genomen. Deze besluiten sluiten aan bij dit soort ideologie. Als je die ideologie leuk vindt, moet je op mij stemmen. Gewoon heel makkelijk vertellen wat er eigenlijk gaande is. Ja, ik snap hem. En dan ook de relatie wat je net noemde. Kan het niet zo zijn dat het avontuur is dat je samen door dat probleem heen komt waar je mee zit en samen naar een heilstaat komt waarbij je wel nog steeds in die relatie zit? Want zoals je het presenteert, is dan een avontuur alleen mogelijk als individu. Maar kan de avontuur... Nee, ook wel eens collectief. Ja. Maar het punt is dat de enige manier waarop avonturen echt bestaan is als verhalen die achteraf vertellen wat er gebeurd is. En de manier waarop avonturen niet bestaan is simpelweg dat er geen garanties zijn voor bepaalde aflopen, waardoor het automatisch, waaruit volgt dat het niet gegarandeerd is dat wat je nu aan het doen bent of wat je morgen meemaakt, dat zinvol is, dat een rol speelt in een groter geheel. De meeste dingen zijn triviaal. En als je ervoor pleit om te zeggen zoveel mogelijk dat avontuurlijke denken weg te laten, dat betekent dan ook dat je dan ook de zingeving weglaat. Want wat je wel in het begin zei was avontuur en zingeving. Ja. Dat zijn twee dingen. Dat is hetzelfde. Ja, alleen er zijn wel... zingeving is niet op slechts één manier mogelijk. Dus zingeving op de wijze van, ik weet nu op dit moment al zeker dat dit ergens aan bijdraagt. Hè? Namelijk de glorieuze toekomst van jou als topjournalist en van mij als topfilosoof. Het ligt eigenlijk al in de sterren geschreven en wij kunnen nu al ons baden in het fijne besef dat dit daaraan bijdraagt. Ja. Dat gebeurt dus niet. Dat is niet mogelijk. Als je je zo voelt, dan is dat een waan. Dat is letterlijk een waan. Ja. Maar er zijn andere manieren van zingeving. En één manier is gewoon denken van, nou, ik wil graag journalist of filosoof of wat dan ook zijn. En daarom heb ik de projecten die ik heb en doe ik de activiteiten die ik doe. Maar ik accepteer dat dat volledig kan mislukken. Dus de wereld is ook niet
mij verschuldigd om dit te geven. Het voorkomt een heleboel teleurstelling. Ja. En dat is wel moeilijk, hè? Tuurlijk, het is bijvoorbeeld moeilijk als je 4 jaar lang aan wat voor project dan ook keihard gewerkt hebt. Of het nou een baan is of een relatie of wat dan ook. En het mislukt. Iedereen voelt zich dan alsof de wereld jou dan naait. Hmm. Hè? Alsof het universum zich niet gedraagt volgens het script dat het eigenlijk zou moeten hebben. Maar dat is precies die avontuurlijke illusie. Het idee dat als je ergens hard aan werkt, dat het universum dan eigenlijk een script moet hebben liggen waarin dat per definitie naar iets leuks leidt. Ja, ja. Zo zit het niet in elkaar. Ja, precies. Oké, cool. Speculatief realisme. Ja. Tell me about it. What up with that? Ja, nou, dat is een mooie algemene vraag. Uh-huh. Nee, speculatief realisme is genoemd naar een conferentie in 2007 in Londen, waar een aantal filosofen bij elkaar kwam. Graham Harman, Kent Amesu, Ray Brazier en Brazier, ik weet nooit hoe je het uitspreekt, en Ian Hamilton Grant, die met elkaar gemeen hadden. Die een aantal zaken met elkaar gemeen had, namelijk ze zijn allemaal filosofen met een metafysische interesse, dus die vanuit de continentale filosofie komen. Wat dus is die, metafysica? Dus die het idee serieus nemen dat je op conceptueel niveau naar een overkoepelende theorie toe kan, die coherent is en die kan kloppen over wat alles in de realiteit is. Hè, dus het soort alles overkoepelende theorie dat eigenlijk vooral Martin Heidegger en de opkomst van de fenomenologie, de kritische theorie enzovoort, in filosofie zeer not done is. Hè. Dus om allerlei redenen is het nog zeer de status quo in continentale filosofie om te zeggen, wij kunnen geen uitspraken doen over wat de wereld achter de schermen nu eigenlijk is. Systematische filosofie op die manier is onmogelijk. Sterker nog, je hebt veel meer een soort dominantie van aan de ene kant fenomenologische filosofie, dus een soort beschrijvende activiteit van wat er faktisch aan de hand is, zonder daar al te veel conclusies uit te trekken of wat daar nou aan logica achter ligt. En aan de andere kant kritische theorie, dus een meer politiek geënte filosofie die al onze vooroordelen en misstanden te lijf gaat. Wat die speculatief realisten als gemeenschappelijke vijand hebben, is wat correlationisme genoemd wordt. Correlationisme is het idee dat onze theorieën over de wereld alleen maar kunnen gaan over de relaties tussen mens en wereld. Dus dat we het alleen over subject-object relaties en de dynamiek daartussen kunnen hebben. Want natuurlijk, als je een correlationist bent, en daar vallen vele filosofieën onder, als je een correlationist bent, dan kun je dus nooit theorie vormen over wat er achter de schermen zit. Omdat je het argument maakt, als correlationist, als ik ergens aan denk, is het natuurlijk altijd een denken aan iets. Dus er is altijd een denker on the scene. Hè? En daardoor kun je nooit los van die denker over objecten denken. Hmm. Speculatieve realisten hebben verschillende strategieën en verschillende aanvliegroutes om dat argument uit te hollen. En zijn nu dus een meer dan een decennium al een soort vanguard van een nieuwe metafysische interesse in continentale filosofie. En wat zijn de tactieken om dat correlationisme dan tegen te argumenteren? Er zijn er meerdere, maar wat voor mij waar ik mezelf achter schaar, is een argument dat door Graham Harman gemaakt wordt, door Levi Bryant gemaakt wordt in Frankrijk door Tristan Garcia, in Duitsland door Marcus Gabriel. Het komt vanuit verschillende hoeken. Is namelijk dat als jij zegt dat je in eerste instantie aan subject-object relaties moet kijken in plaats van object-object relaties, dan heb je al de presuppositie dat er iets speciaals is aan subject-object relaties. En dat kan niet. Dat is geen apodictisch standpunt voor filosofie. Dus als je daadwerkelijk aan het begin wil beginnen, dan is waar je begint is gewoon relaties tussen entiteiten of whatever kind. Van wat voor soort dan ook. En de hele idee... Wacht even, er is wel iets speciaals aan de subject-object relatie, denk ik. En dat is het feit dat ik een subject ben en dus die relatie ervaar. En de relaties tussen entiteiten in het algemeen ervaar ik niet. Dat klopt, maar je weet niet a priori of dat ontologische impact heeft. Dus je weet niet a priori of dat ervoor komt dat er geen enkel framework mogelijk is waarin je in algemene zin over entiteiten kan praten. Dus de een andere manier om dat te zeggen is dat een groot deel van in ieder geval de moderniteit, of in ieder geval continentale filosofie, of hoe je het wil noemen, is een gevolg van een bepaald inzicht dat gemaakt wordt in Kant. En Kants inzicht is, er zijn dingen aan zich, daar kunnen wij niet bij. Hun natuur, daar kunnen wij niet bij. We kunnen alleen maar bij hoe ze aan ons verschijnen als fenomenen. En waarom is dat zo? Nou, wij zijn eindig. Het enige wat een speculatief realist, of in ieder geval de objectgeoriënteerde tak daarvan, gaat daarin mee door te zeggen, Kant had gelijk.
inderdaad, wij hebben geen contact met de werkelijkheid aan zich. Wij zijn eindig. Alleen waarom zou je die eindigheid alleen maar toekennen aan de relatie tussen mens en wezen, waarbij de mens de eindige pol is en over entiteiten niks gezegd wordt? Waarom is het niet ook zo dat entiteiten ook eindig zijn? Dus de fout die Kant heeft gemaakt, volgens het objectgeoriënteerde tak van speculatief realisme, is de mens als het ware bevoorkeurt eindigheid toekennen, waardoor de mens een soort interpretatieapparaat nodig heeft om de werkelijkheid op een bepaalde manier aan zich te laten verschijnen. Subjectiviteit hebben, zoals je het zegt. Maar er is geen enkele reden om te denken dat de wereld aan zich dan een of andere blob is waarin alles wel directe relaties met elkaar heeft. Dus het hele idee van de objectgeoriënteerde ontologie is veel meer een hoe noem je dat? Een realiteitsbreed standpunt innemen en te zeggen, het is een ik vind het zelf een vrij evident argument, en te zeggen van oké, als het zo is dat iedere entiteit in de wereld relaties onderhoudt met andere entiteiten, of nou subjecten of objecten zijn, dat bracketen we even. En je zegt, wat nou als al die entiteiten alleen maar hun relaties zijn? Dus ik ben niks anders dan het feit dat ik hier zit, dat ik geboren ben in Apeldoorn, dat ik een bepaalde baan heb, dat ik deze kleren aan heb, dat ik een bepaalde tijd taal spreek en op een bepaalde tijd aanwezig ben. Ik ben alleen maar mijn relaties en ik ben alleen maar de verknoping van de relaties en niks anders. En dat geldt ook voor de koffiekan en het bureau en de microfoon enzovoort. Dan is het compleet onmogelijk dat er nog dingen veranderen in de wereld. Waarom? Omdat geen enkele entiteit het surplus heeft om van A naar B te gaan. Er is geen grond voor verandering. Oh, wat bedoel je daarmee? Als jij alleen maar je relaties bent, mm-hmm, dus alle zaken die jou nu zetten waar je zit, dan is het letterlijk onmogelijk om jou te zijn terwijl je één stap naar links gaat, omdat je dan je relaties verandert. Maar er is geen grond om die relaties te veranderen als je alleen maar je relaties bent. Dus om het anders te zeggen, er is geen enkele manier waarop verandering mogelijk is als dingen helemaal vastzitten in een soort kosmisch spinnenweb van relaties waarin alles compleet bevroren is. Uh-huh. De objectgeoriënteerde speculatieve realist distilleert eruit het idee dat ieder object meer moet zijn dan de relaties die het momenteel onderhoudt. Het is vrij duidelijk dat bijvoorbeeld de Radboud Universiteit als entiteit, als instituut, wordt niet een totaal andere entiteit door elke nieuwe student die erbij komt of elke stukje curriculum dat vervangen wordt. Het is robuust en het is meer, het is excessief over de relaties die het onderhoudt met anderen. Dezelfde ontologische status wordt door objectgeoriënteerde speculatieve realisten toegekend aan eigenlijk iedere entiteit. Dus het idee dat je zelf altijd een soort kern hebt, dat iedere entiteit een soort kern heeft die dieper is dan alle relaties die het onderhoudt. Ander argument, een ander voorbeeld, een voorbeeld daarvan wat ik vrij duidelijk vind, komt uit het werk van Bergson, de Franse filosoof begin 20e eeuw, die een soortgelijk punt maakt en zegt van dat kun je bijvoorbeeld goed beseffen over een dorp. Geen enkele straat in het dorp is het dorp, want je kunt een straat veranderen en verwijderen en nog steeds blijft, Beuningen blijft Beuningen. Maar op dezelfde manier is het ook niet mogelijk om een beschrijving of een afbeelding te maken van het dorp die in kan staan voor het dorp, die het dorp kan vervangen. Dus hij zegt dan zelfs een miljard foto's van het dorp zijn samen niet het dorp, maar alleen maar een afbeelding, een set afbeeldingen van dat dorp. Dus het dorp Beuningen zelf is een entiteit die altijd als het ware dieper is, meer heeft dan alle materiële en immateriële componenten die eraan gekoppeld zijn. De stap die een objectgeoriënteerd ontoloog vervolgens maakt, is beseffen dat dat waar is voor iedere entiteit die er is. Ja? Ja. Dat is het einde van je zin. Ik dacht dat je doorging. Nee, dat is het einde van de dacht zin. Je doorging. Hoe is het meer dan een klassieke identiteitsprobleem? De verandering die aangebracht wordt, want de klassieke idee dat er dus een essentie is in een entiteit die dieper ligt dan de accidenten en de manifestaties van die entiteit, die loopt stuk op het feit dat essenties altijd als onveranderlijk zijn gedacht. Uh-huh. Terwijl mijn hoekje speculatief realisme poneert, is dat entiteiten juist wel veranderlijk zijn, alleen dat dat gewoon vrij moeilijk is. Dus het kost een beetje moeite om een entiteit te veranderen, maar essenties zijn veranderlijk. Dat is het grote verschil met een klassieke, meer Aristoteliaanse positie. Dat was heel veel, dus ik probeer het even te untangelen. Te kijken of ik het begrepen heb.
Speculatief realisme ontstaat van het idee dat de subject-object-relatie geen speciale relatie is. Of tenminste, ja. dat het een aanname is om die subject-object-relatie als speciaal te behandelen. Ja. Dus waarom kijken we niet naar de relaties tussen alle entiteiten? Juist. Dus het onderzoeksgebied van de speculatief realist is de relaties tussen entiteiten. Ja, de wereld, de realiteit als het ware. Ja. Maar volgens mij wordt hier al een argument omgedraaid, want de proof of burden is niet al op Kant, want het is evident dat de subject-object relatie primair is, want die ervaar ik en andere relaties ervaar ik niet. Mm-hmm. En de speculatief realist moet dan eigenlijk degene die moet laten zien deze relatie, niet tussen jou en mij, maar tussen mij en de muur, whatever, niet specialer is dan de relatie tussen de microfoon en de muur. Ja, maar ik denk dat je daarin kijk, ik denk dat bijvoorbeeld heel weinig mensen die zeggen van oké, ik als subject ervaar de wereld en dat is daarom een primaire relatie. Ik denk dat heel weinig mensen daarin zouden willen zeggen van dat maakt mij een idealist. Hè? Dus dat je letterlijk denkt dat deze microfoon niks anders is dan het feit dat er subjecten on the scene zijn om die microfoon waar te nemen. Natuurlijk is hij bestaat omdat er mensen zijn die hem gebouwd hebben, dat is evident. Maar wat het ding is volgens de meeste mensen uiteraard niet meer, wel degelijk meer dan het feit dat wij het waarnemen. Niemand denkt dat als wij drieën de kamer uitlopen, dat de microfoon dan verdwijnt. En dat die weer verschijnt zodra wij de kamer inlopen. Oké, maar dat is ook geen Kantiaans argument, toch? Nee, dat ben ik ook niet aan het doen. Okay. Maar ik ben het nu via een iets andere hoek aan het aanvliegen. De enige vraag is dan, is de microfoon ook meer dan zijn relaties met non-materiële dingen? En het antwoord is natuurlijk ja, want je kan de microfoon uit de houder tillen, je kan hem naar een andere ruimte verslepen, je kunt er van alles mee doen en het blijft die microfoon binnen een bepaalde bandbreedte. Dus ook die microfoon is robuust ten opzichte van zijn materiële relaties. Dus het is, uiteraard is het zo dat wij als subject een speciale relatie met de wereld hebben, omdat wij de wereld op een bepaalde manier ervaren. Maar een objectgeoriënteerde positie is daar niet zozeer in geïnteresseerd. Waar het meer in geïnteresseerd is, is hoe robuust zijn entiteiten ten opzichte van de verhoudingen waar ze in staan. Oké. En daarom is het antwoord, een entiteit is niet meer, maar ook niet minder dan alle relaties die hij heeft tot alle andere entiteiten. En het antwoord is dat entiteiten onreduceerbaar zijn. En dus als je kijkt naar, en dit is een argument van Graham Harman waar ik veel sympathie voor heb, is als je kijkt naar entiteiten, kunnen wij er als het ware maar op twee manieren kennis van hebben. De ene manier is om te kijken, wat zit er in die entiteit? Hè? Wat zijn de onderdelen van de microfoon en hoe werken die? Dat is één manier om kennis te werven over de microfoon. En hij noemt dat undermining, omdat je op een lager niveau gaat zitten. En dat bestaat als het ware al sinds de presocratische positie. Right? Mm-hmm. Dus een presocratische positie zou zeggen, alles in deze ruimte, jij, ik, de microfoon, de koffiekan enzovoort, is uiteindelijk vuur of water. Er is een dieperliggende substantie, een kosmisch principe die alles uiteindelijk is. Mensen als Richard Dawkins die zeggen, uiteindelijk zijn het de genen in ons die de dienst uitmaken. Of mensen zoals Dick Swaap die zeggen, het zijn de neuronen in ons brein die de dienst uitmaken. Dat zijn ook onderminers. Die zeggen, eigenlijk macro-entiteiten, grote dingen zijn nep. Dat zijn illusies, die bestaan niet echt. Kleine dingen die erin zitten, die zijn echt. Dat is de ene strategie om objecten te kennen. Tweede strategie om objecten. Alleen even een vraag op Dick Swaap dan en Richard Dawkins. Die hebben het niet over microfoons. Die hebben het alleen over ons, toch? Ja, dus die hebben een ondermijningspositie ten aanzien van ons. Dat klopt. Ja, oké. Maar iemand die bijvoorbeeld zegt, uiteindelijk is alles atomen of snaren of wat dan ook, die ondermijnt alles naar hetzelfde microniveau. De andere strategie is overmijnen. Is dat je zegt, ik ga een kennis verwerven door een ding, door te kijken wat de context is waarin het functioneert. Dus wat is de microfoon? Nou, een microfoon is alleen maar een microfoon doordat er zoiets is als de kunsten en muziekstudio's en zang en optredens enzovoort. En als al die dingen niet bestonden, dan zouden we geen klap begrijpen van wat een microfoon is. Dus dan reduceer je een ding naar zijn functies. Dat is iets wat heel populair is in een bepaalde takken van continentale filosofie, is dingen reduceren naar de taal waar ze in zitten, naar de cultuur waar ze in zitten, naar het discours waar ze in zitten, naar de economische orde waar ze in zitten. En als het ware dat als een soort motoren te zien die de boel aandrijven. Dus microfoons werken zoals ze werken, doordat ze in een bepaalde context zitten. Wat een objectgeoriënteerde speculatief realist zegt, is we moeten de kennis die wij kunnen hebben van dingen niet verwarren met wat dingen zelf zijn. Dus waar een microfoon uit bestaat,
en waar een microfoon in functioneert, zijn als het ware twee lagen die om de microfoon heen zitten, maar die niet de microfoon zelf zijn. Op dezelfde manier dat het dorp is niet alle, letterlijk alle bakstenen enzovoort waar het van gemaakt is, want je kunt die vervangen en het dorp blijft het dorp. En het dorp is ook niet de context waar het in is. Het dorp is vandaag misschien in een storm en morgen in mooi weer, maar het kan zich in allebei begeven en tot op zekere hoogte robuust zijn. Wat ik daar zelf ontzettend fascinerend aan vind, is dan krijg je een filosofisch framework wat heel erg secuur kan gaan onderzoeken wat relaties nou met bepaalde dingen doen. Dingen bestaan binnen een bepaalde bandbreedte, waarin je moet zeggen, nou, een heleboel relaties die zaken onderhouden zijn overbodig, zijn letterlijk oppervlakkig. He, dus de Radboud Universiteit kan een heleboel gebouwen missen, een heleboel studies die kunnen weg. De studenten wisselen elke 4 jaar, het personeel wisselt volledig elke 40 jaar en toch blijft het de Radboud Universiteit. Het is robuust. Maar er zijn bepaalde relaties en als je die doorbreekt, dan is de Radboud Universiteit geen Radboud Universiteit meer. Bijvoorbeeld als er iets, een ontzettend corruptieschandaal komt aan het licht en dat leidt ertoe dat er een enorme veroordeling komt en de staat het recht om een universiteit te zijn intrekt van de Radboud Universiteit. Ik weet niet of dat kan, stel dat dat kan. Dan is de Radboud Universiteit niet meer de Radboud Universiteit. En dan vind je dus een soort vitale relatie. Dan vind je een dus relatie. De staat en de universiteit, bijvoorbeeld. Juist. Ja. En de reden waarom ik dat interessant vind, is dat met name continentale filosofie in de afgelopen 40 jaar heeft op allerlei manieren ons theorieën geleverd waarin alle relaties even belangrijk zijn. Waarin niks triviaal is en waarin je aangemoedigd wordt om de wereld als een soort amalgaam te zien van allemaal flows van gebeurtenissen die zich zoals een soort regenboogzee allemaal met elkaar vermengen en waarin alles ertoe doet. En waarin je dus ook bijvoorbeeld van personen zegt van alles wat je doet is belangrijk en je kan alles onderzoeken en waarderen. Ik denk dat de broodnodige correctie van speculatief realisme is zeggen van nee, relaties die objecten met elkaar hebben, entiteiten met elkaar hebben, staan op fundamenteel verschillende voet met die objecten. Namelijk, de meesten zijn overbodig en er is altijd een setje relaties en wat die zijn is contingent per object, die ervoor zorgen dat een object eigenlijk staat of valt, dat het gemaakt of gebroken wordt. En dat zie je ook heel duidelijk met de psyches van mensen. Je ziet heel duidelijk, mensen zijn vrij robuust, maar dan kan er opeens een klein dingetje gebeuren wat ze breekt. Dat is voor de objectgeoriënteerde ontoloog interessant. Dat is dus het proberen te traceren van, oké, je kunt objecten niet zomaar verzuipen in de volledige zee van relaties die ze onderhouden. Maar je kunt wel dat object als onreduceerbaar aannemen, maar wel als een onreduceerbaar iets wat wel degelijk gebouwd wordt door iets anders, wat gegenereerd wordt door iets anders. En dan kun je gaan kijken waar de vitale punten liggen rondom zo'n object heen. Dus het speculatieve realisme is enerzijds een reactie op het reductionisme. Ja. Anderzijds op het overminen. Overminen en underminen, ja. Maar welke stromingen zou je identificeren als overminers? Een hele duidelijke overminer is bijvoorbeeld Kant. En Hume ook. Dus Kant en Hume op hun eigen. Hume zegt, buiten mij zijn er sensdata en waardoor er een microfoon is. Hè, dus in plaats van een. Wat ik waarneem is zwart, langwerpig enzovoort. En mijn eigen mentale constitutie, die vat dat op basis van gewoontevorming samen tot microfoons. Uh-huh. Dus microfoons zijn niet van zichzelf entiteiten. Nee, ze zijn er omdat ze in een soort veld verschijnen, namelijk het veld van mijn ervaring. Bij Kant precies hetzelfde. Dus bij Kant is het zo van, waarom is er zoiets als de Mont Blanc? Nou, omdat er transcendentale subjectiviteit is. Bij Husserl precies hetzelfde. In ieder geval de Husserl die zegt van, er correleert een potentieel bewustzijn met iedere entiteit, zelfs als we er niet zijn. Dus waarom is een sterrenstelsel dat we pas morgen gaan ontdekken op een nieuwe foto van een of andere telescoop, waarom is dat wat het is? Omdat er een potentieel bewustzijn is waar het aan kan verschijnen. Hmm. Dat zijn overminingsposities. Hmm. In een praktische zin van het woord, veel meer praktische zin van het woord, is bijvoorbeeld de zin, je moet leven en sterven voor je land, is een overminingspositie. He, dus dat betekent, jij moet je leven volledig wijden, je identiteit volledig wijden aan datgene waar je in leeft. Net zoals dat jij bent je brein een underminingspositie is. Ja, een ondermijningspositie is. Ja.
En het is tegelijkertijd ook een manier om, of een nieuwe manier om te proberen te onderzoek te doen naar objecten. Ja. Buiten het empirische om. Ja. En tegelijkertijd ook een studie naar hoe we objecten begrijpen. Precies, en ook in welke wisselwerking we met objecten staan. Dus en dat is al los van deze metafysische interesse in objecten, is dat al iets wat langer bestaat in andere domeinen. Dus een beroemd boek daarin is Guns, Germs and Steel van Jared Diamond. Mm. Die probeert te laten zien dat het niet zo is dat de ideologieën die wij hebben onze samenlevingen volledig vormen, maar dat het vooral gaat om een soort objecten die we hebben. He, dus guns, germs en steel. Of waar is er vruchtbaar land? Waar loopt de rivier? Waar is het logisch om een haven te bouwen? Enzovoort. Dus dat het idee is dat onze realiteit veel meer gestabiliseerd wordt door objecten dan door ideeën. Fascinerend onderzoek daarvan is in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw gedaan door Bruno Latour. Bruno Latour is een van de grote inspiratiebronnen voor objectfilosofie. Hij heeft samen met Shirley Strum, ik geloof dat ze Shirley heet, Susan Strum, in het begin van zijn carrière heeft hij onderzoek gedaan naar apen. Ik geloof naar bavianen. En wat daar blijkt is dat apen worden elke dag wakker en die moeten hun hele dag zo'n beetje besteden aan het herenten van hun socius. Dus alles waar ze, alle tijd die ze niet besteden aan eten, slapen en neuken, basically, gaan over waar sta ik in de groep. Dus heel veel rituelen van apen, of het nou gaat om vlooien of geluiden maken of je ergens positioneren, zijn elke dag weer een verkenning van wat is mijn status, wat is mijn rol, wat ga ik doen, met wie kan ik wel, met wie kan ik niet. Daar gaat ontzettend veel energie van in zitten. En wat Latour heel slim heeft geconcludeerd daaruit is, wat is nou echt het verschil tussen de beesten die vrij dichtbij ons staan en onszelf is, wij hebben een wereld vol met objecten die ons leven politiek stabiliseren. Ik hoef mij niet elke dag af te vragen, wie ben ik, waar moet ik naartoe, wat moet ik doen, doordat er banen bestaan en belastingssystemen en contracten en verkeerssystemen, wilde ik zeggen, en communicatiemiddelen. En dat is meer de politieke kant van objectgeoriënteerde filosofie, is het idee dat wij in ons denken over politiek subjectiviteit altijd geweldig hebben onderschat, omdat een heleboel van wat we doen en laten in grote mate bepaald wordt door de objecten die ons bestaan stabiliseren en destabiliseren. Ja, en ik had een vraag in mijn hoofd, maar ik ben hem kwijt. Maar niet zo mag ik dan een voorbeeld geven? Wat ik interessant vind? En een heel interessant voorbeeld daarvan wordt gegeven door Levi Bryant, een van de lid van de Amerikaanse tak hiervan. Ja. En die heeft het over staken. Dus die heeft een analyse, een objectgeoriënteerde analyse van waarom werkt staken nu minder goed dan vroeger? Heel makkelijk. Maar pas zodra je eraan denkt, denk je van, oh ja, dat is inderdaad waar. Vroeger was het zo dat als je ging staken, dan deed je dat waarschijnlijk ten opzichte van de fabriek waar je werkte. En die fabriek, die had elke dag gewoon een enorme toevoer nodig van kolen en staal en onderdelen. En als die niet naar de fabriek kwamen en niet werden verwerkt, dan ontstonden er problemen. Dus natuurlijk, als je die fabriek wil saboteren, werkt het heel goed om met z'n allen uit de fabriek te gaan, want dan wordt er niet gewerkt, en op de weg te gaan staan, letterlijk op de weg of op het plein, waar langs die spullen aangevoerd moeten worden. Dat is letterlijk, je blokkeert een vitale relatie van die fabriek. En zijn idee is, waarom is staken tegenwoordig veel minder effectief? Nou, omdat een heleboel bedrijven waar je misschien wel tegen wil staken, die hebben dat plein en die weg helemaal niet nodig. Het heeft geen fuck zin om tegen Google te gaan staken, als je dat ooit zou willen doen, of Facebook, en dan op een plein of een weg te gaan willen staan. Want dat is niet letterlijk niet de infrastructuur waar zij mee te maken heeft. Ja. En op dezelfde manier is het ook zo dat bijvoorbeeld staken tegen een heleboel banen waarbij het zo is van, nou, voor jou 10 anderen, dat geen zin meer heeft. Of dingen die zo uitbesteed kunnen worden naar een ander land. Dat is bijvoorbeeld nu met fabrieken, doordat de wereld veranderd is, het geval. Het object, de autofabriek, is veranderd. Het is nu veel gevaarlijker om bijvoorbeeld in Amerika massaal te gaan staken en een vakbond te maken en de boel plat te leggen als je vindt dat je lonen niet hoog genoeg zijn. Omdat fabrikanten veel meer ruimte hebben om te zeggen, oh, gaan jullie staken? Top, wij gaan naar China. Succes! Zeg maar, ze kunnen makkelijker weg. Ze zijn minder gebonden aan die weg, die aanvoersroute en die arbeiders. Ik denk dat dat de uiteindelijke, los van het feit dat metafysica gewoon een filosofische hoofddiscipline is, maar ik denk dat dat de praktische inslag van objectontologie is, om daar veel meer aandacht aan te gaan besteden. Dus deze praktische
ontologie, praktische objectgebaseerde filosofie, kun je ook politiek toepassen door deze analyses wat je net maakt. Ja, maar dan in eerste instantie, ja, en dan zowel negatief als positief. Ja. Dus het negatieve kritische element is de overschatting van subjectiviteit in het politieke domein bekritiseren. Mm-hmm. En de positieve contributie is veel meer traceren wat voor objecten er waar nou precies zijn. Mm. Ja, dus bijvoorbeeld Bruno Latour heeft daar een heel interessant experiment voor gedaan, zowel in theorie, maar heeft het ook echt gedaan. En dat heet het parlement der dingen. Mm-hmm. Waarbij het idee is van, waarom lukt het niet om ecologisch bedreigde entiteiten een politieke stem te geven? Nou, antwoord, onder andere omdat ze letterlijk als entiteit geen tak, geen vertegenwoordiging hebben in een politieke arena. Dus wat hij heeft gedaan met studenten in een soort enorme simulatie is een arena inrichten, een soort Tweede Kamer inrichten, waarin mensen zitten in facties die niet slechts ideologieën vertegenwoordigen. Hè, zoals SGP, CDA, DENK, noem maar op. In plaats daarvan waren er net zoveel partijen die entiteiten vertegenwoordigden. Dus er was ook een delegatie voor Atlantische Oceaan. Er was een delegatie voor ozonlaag. En dat is een ontzettend interessante exercitie, een heel interessant gedachte-experiment. Want waarom zou het inderdaad zo zijn dat er twee zetels in de Nederlandse in het Nederlands parlement, of drie, ik weet niet hoeveel ze hebben, om de SGP daarin te zetten? Waarom is dat minder gek dan zeggen de dijken, de waterwerken? Hmm. Waarom zou er geen waterwerken partij zijn? Als het gaat over wat is van vitaal belang voor miljoenen Nederlandse burgers. Mm-hmm. Het is volstrekt duidelijk, doordat er nog miljoenen mensen protestant zijn waarschijnlijk in Nederland, dat er protestantse christelijke partijen in het parlement proberen te komen. Want die willen iets wat van vitaal belang is voor een heleboel mensen, letterlijk voorop zetten en zich daar rond clusteren en dat representeren in onze volksvertegenwoordiging. Waarom denken we altijd dat letterlijk ideologieën moeten zijn? Mm-hmm. Waarom beseffen we ons niet bijvoorbeeld dat we op het punt zijn dat ook non-ideologische entiteiten, zoals de dijken, zoals waterwerken, zoals ecologische systemen enzovoort, ook voorop kunnen zijn? Partij voor de Dieren is iets wat dat wel bijvoorbeeld probeert tot op zekere hoogte. Mm-hmm. Ik probeer hem even te vatten, want hoe zou een vertegenwoordiging van dijken werken? Het punt is, die dijken zijn er om een reden. Ja. Die dijken zijn niet om zichzelf. Dus er kan een situatie ontstaan waarbij je eigenlijk de dijken weg wil halen. Ja. Een delegatie die de dijken moet vertegenwoordigen, zou daar niet mee aan de haal kunnen gaan, toch? Dat klopt, maar tegelijk wat het zou voorkomen, dat is de inzet van Latour's experiment, is dat je voorkomt dat zaken die van primair belang zijn, die echt prioriteit moeten hebben, bijvoorbeeld klimaatzaken, dat die niet voorwaardelijk worden. En een goed voorbeeld daarvan is het standpunt van de SP ten aanzien van klimaat in Nederland. Dus als je kijkt naar op de website van de SP naar hun standpunt over klimaat, dan zeggen ze ja, Nederland moet 2050, geloof ik, zeggen ze, pin me er niet op vast, het kan ook 2030 zijn, CO2-neutraal zijn, mits er geen banen verloren gaan. Dat is heel vreemd. In de zin van, vanuit de logica van de SP is het compleet logisch. Want de SP is primair een arbeiderspartij, een socialistische partij. Dus die zal altijd zeggen, wat er ook gebeurt, de werkende mens moet er niet onder lijden. Mm. Maar gezien de ecologische precariteit waar we mee te dealen krijgen, en dat is bijvoorbeeld de vraag die Latour zich stelt, waarom moet er dan geen partij zijn die zegt van, jongens, we gaan allerlei ecosystemen fixen. En bij alle andere besluiten zeggen we, ja, leuk, werkgelegenheid en je kinderen naar school en ziektekostendekking enzovoort. Maar alleen maar mits het bijdraagt aan het redden van onze looming ecological disaster, zoals hij het ergens zegt. En dat zou dus ook betekenen, zo'n beweging maken zou betekenen dat je meer erkenning krijgt voor de rol die entiteiten spelen. Allerlei non-culturele, non-ideologische, non-subjectieve entiteiten spelen in ons bestaan. Wat Latour zich ook afvraagt is bijvoorbeeld, waarom zitten er in onze parlementen politici die zeggen, wij representeren de harten en de geesten van mensen, wat ze nou eigenlijk het liefst willen, maar geen wetenschappers die zeggen, wij representeren de entiteiten die eigenlijk zorgen dat we allemaal wel sterven of leven. Mm-hmm. Nou, het zou zo moeten zijn, want de vraag is ook, is er een kwestie
waarbij het fundamenteel verkeerd loopt, dus de inrichting van de staat is al verkeerd, ja. Of is het zo dat het contingent fout is? Want het zou zo moeten zijn dat in die ideologieën die gerepresenteerd worden, dat daar ook de objecten meegenomen worden die nodig zijn om, ja, die ideologie in stand te houden. Nou, ik denk dat dat eigenlijk een probleem van de moderniteit aan zich is, waar het politiek betreft, is een hele sterke... Een heel sterk element van onze moderniteit is de idee dat politiek ten eerste uiteenvalt in links en rechts. Mm. En dat als het ware daar ook het lot van de wereld aan verbonden is. De Koude Oorlog is een heel goed voorbeeld van een op massaal niveau denken, en dat het ook op het moment natuurlijk zeker wel tot op zekere hoogte zo is. Het denken dat de wereld vooral gered gaat worden of ten onder zal gaan, afhankelijk van welk idee over eigenlijk de menselijke natuur er wint. Ja. 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 Dat is denk ik pertinent onwaar. Dus ik denk dat het pertinent onwaar is dat de wereld staat of valt met wie er overwint. Namelijk een progressief idee over de menselijke natuur of een conservatief idee over de menselijke natuur. Ja, ik voel heel veel voor wat je zegt, in de zin dat objecten veel meer effect hebben op onze geschiedenis en ons leven dan we zouden willen denken. Ja. Of dan we in de gaten hebben, en dat we daar veel meer aandacht voor moeten hebben. En dat onze relaties tot objecten en de relaties tussen objecten veel belangrijker zijn dan die subject-object relatie dan we in eerste gedachten zouden denken. Ik weet nog niet of dat betekent dat daarom het domein van de politiek niet het domein van het uitvechten van ideologieën zou moeten zijn. Mm-hmm. Want zou het speculatief realisme dan niet ook een ideologie daarover zijn? Nee, speculatief realisme is geen ideologie. Want het hele idee is van een ideologie heeft een luxe die een filosofische theorie niet heeft. Namelijk, een ideologie hoeft zich niet per definitie noodzakelijk te tonen. Dus een ideologie hoef je niet argumentatief helemaal dicht te timmeren. En een ideologie hoef je ook niet in een omgeving te zetten waarin er specialisten constant bezig zijn met kijken of het misschien onwaar is. Dat is precies wat een ideologie niet doet. Een ideologie is iets wat zich altijd probeert te onttrekken van zo'n veld. Terwijl een filosofie zich altijd daar probeert in te storten in zo'n argumentenstrijd. En er zijn daar natuurlijk mengvormen in. Marxisme is één ding wat je zou kunnen noemen als iets wat zowel een filosofie als een ideologie is. Maar ik denk niet dat je speculatief realisme of welk ander filosofisch genre dan ook een ideologie kan noemen, omdat je dan een verkapte sociaal constructivist bent, namelijk. Dan neem je een metapositie in van een verhaal is ook maar een verhaal. Een theorie is ook maar een verhaal. Ja, en inderdaad, ik heb vaak moeite met dat argument. Ik weet alleen niet waarom en hoe ik daar tegenin zou moeten gaan. Want waar ik niet tegen waar ik niet kan uitstaan, is mensen die zeggen, oh, ben je sceptisch, maar je gelooft toch dit dan wel. Ja. Dus dat metanarratief, waarom is dat een probleem? Omdat het een te makkelijke stap is. Dus bijvoorbeeld, een herinnering die ik had was, op een gegeven moment kwam hier in Nijmegen, kwam Marcus Gabriel zijn systeem presenteren. En in de Q&A werd hem gevraagd van, ja, maar hoe weet u dat dit waar is? Dus een soort sceptische positie van, hoe weet je dat? En toen zei hij, en ik denk dat dat correct is. Ik was erbij, ja. Ja. Toen zei hij van, nee, wacht even, dat is een fout. Ik heb een heel boek geschreven waarin allemaal argumenten staan over waarom ik denk dat het systeem waar is. En als je me wil aanvallen, dan moet je een van die argumenten aanvallen en laten zien dat die niet kloppen. Maar gewoon zonder het boek te lezen, zonder de theorie überhaupt te kennen en te zeggen, ja, hoe weet je dat? Dat is een vraag waarbij je als het ware als scepticus altijd wint. Want er is niet aan te ontsnappen. Dat kun je ook bij elke natuurkundige zeggen, hè? Dus kan je zeggen, er komt een theorie over wat voor deeltje dan ook. En dan zeg je, ja, hoe weet je dat al waar is? En dan laat de natuurkundige alle apparaten en formules en berekeningen zien. En dan zeg je weer, ja, hoe weet je nou dat dat klopt? Zeg maar, dat is een hele makkelijke manier van afscheid nemen van welke theorievorming dan ook. En uiteindelijk ook een hele laffe manier daarvan. Mm. Gewoon zeggen van dingen van, ja, dat is ook maar een verhaal. Ja, komt ook wel een beetje terug in wanneer mensen het hebben over wetenschappelijke onderzoeken, waar ze het niet mee eens zijn. Ja. Dat je dan het argument krijgt, ja, maar wetenschap zelf is ook politiek en bla. Ja. Maar wat je dan eigenlijk moet doen is laten zien dat in dat specifieke onderzoek inderdaad wetenschappelijk dingen niet goed gedaan zijn. Ja, ik denk dat daar, ook daar heb ik veel sympathie voor Latour. Dus Latour die laat zien dat die argumenteert, en ik denk dat het klopt, dat de reden dat scepticisme überhaupt bestaat over, ja, wetenschappers, dat is ook allemaal politiek gedoe en die zijn ook allemaal hun eigen belangen aan het afdekken, dat is allemaal geneuzel, dat het ontstaat ook weer door een modernistische opvatting van wetenschap, waarbij wetenschappers eigenlijk
communiceren naar een wijder publiek. Dit is de waarheid. De volledig objectieve waarheid. We hebben niet aan sociale constructie gedaan. Mm-hmm. Dit is gewoon een feit. Accepteer het feit. Mm. Het feit is het feit. Terwijl Latour probeert constant te laten zien van ja, maar de reden dat wetenschap gewicht in de schaal kan leggen en dat het dus informatie levert en theorieën levert die zwaarder telt dan meningen, is dat er een enorm productieapparaat in wetenschap zit. Dus dat er wel degelijk sprake is van sociale constructie. Niet in de zin dat onderzoeksresultaten verzonnen worden. Dat is niet wat sociale constructie betekent. Maar wel dat er een enorm constructief apparaat is om zo scherp mogelijk in beeld te krijgen en zo goed mogelijk te testen of die onderzoeksresultaten inderdaad meten. Ja, dus bijvoorbeeld, mijn vriendin werkt in een laboratorium waar ze medicijnen tegen kanker ontwikkelen. Die worden niet gewoon op een soort schoolbord abstract uitgedacht. Nee, daar staat een heel laboratorium vol met allemaal buizen en apparaten en dingen die constant, die door mensen gebouwd zijn. En die worden gebruikt volgens allerlei procedures en methodes die door mensen gebouwd zijn. Dat is een enorm sociaal-constructivistisch project. Het wordt samen gedaan. En juist doordat die enorme geconstrueerde apparaten er zijn... kunnen we nauwkeurigheid hebben en kunnen we objectiviteit benaderen. En volgens Latour, en ik denk dat dat waar is, is de fout die de wetenschappers vaak gemaakt hebben in het verleden, is voor het grote publiek die apparaten allemaal verbergen. Mm. Tuurlijk wel een keer in een documentaire laten zien van kijk eens hoe vet CERN is met al die apparaten. Er zijn laserpistolen en dingen draaien rond en het is groot en het lijkt op Star Trek, supermooi. Dat wel, dat ze laten zien dat hun omgeving tof is, maar dat ze altijd verhullen dat die omgeving wel degelijk een actieve rol speelt in het verkrijgen van hun resultaten. En hij vraagt zich altijd af, het is weer een objectgeoriënteerd argument, van wat nou als je die hele clusters, machines van objecten, als je die wel gaat tonen? Ja. Wat kun je dan met de scepticus doen? Bijvoorbeeld de scepticus die zegt, vaccinaties veroorzaken autisme, ik geloof de wetenschap niet. Dan kun je zeggen van oké, maar kijk nou eens wat wij allemaal hebben aan zaken die gewicht in de schaal leggen. En dan kun je die hele keten, waarin dus farmaceutische producten gemaakt worden, die kun je openbaar maken en je kunt die laten zien. En je kunt bij elke stap aantonen waarom er gedaan wordt wat er gedaan wordt. En dat legt gewicht in de schaal. Maar dat gewicht wat in de schaal gelegd zou moeten worden, wordt door wetenschappers zelf vaak een beetje verdoezeld, weggemoffeld, uit angst om beschuldigd te worden van sociaal constructivisme. En dat is volgens Latour, en ik ben het daarmee eens, een ontzettend domme fout. Ik denk dat ook inderdaad, omdat je nu zo'n idee hebt van wetenschap als een of ander puur zoeken naar de waarheid. Geunificeerde methode enzovoort. Ja, het meest ironische is dat ik ergens iets las waarin stond in science we trust. Ja. Nou, dat is dus precies niet wat wetenschap moet zijn. Dat is ook niet wat wetenschappers doen. Ja, dat is ook niet wat wetenschappers doen inderdaad. En ik denk dat de wetenschappers de trivialiteit in hun werk inderdaad veel beter zouden kunnen laten zien, of veel beter zouden moeten laten zien, om aan te geven dat dit geen zuivere zoektocht naar de waarheid is, maar we zijn gewoon een beetje aan het aankloten en we hebben theorieën en we hebben al deze dingen gebouwd om dichter bij de waarheid te komen. Maar we weten heel goed dat we er nog in zijn. En wat bij wetenschap ook heel belangrijk is, de meeste wetenschappelijke feiten die we hebben, de wetenschappelijke kennis die we hebben, is vaak het resultaat van 900 andere pogingen die gefaald zijn. Ja. En daar zit bijvoorbeeld ook een wetenschappelijke publicatiecultuur aan vast die dat tegenwerkt, dat inzicht. Hè? Dus wat er gepubliceerd wordt zijn successen, maar niet falen. Ja, het is weer een probleem van selectie. Ja, dus het is heel moeilijk om aan een publiek te communiceren. Doordat we dat zelf al doen, wij publiceren zelf alleen onze successen aan elkaar, is het heel moeilijk aan een publiek te communiceren dat wij weten vaak wat we weten, doordat de 800 andere opties de afgelopen decennia ook getest zijn en nergens op te blijken slaan. Ja. Zeg maar, waarom weten we dat ether en phlogiston niet bestaan? Omdat we dat helemaal kapot getest hebben en het kan er niet zijn. It makes no sense. Ja. Waarom weten we dat vaccinaties geen autisme veroorzaken? Nou, omdat het gemiddelde medicijn wat nu op de markt komt 10 jaar geleden verzonnen is en 10 jaar lang door allerlei testen en trials heen is gegaan. En dat maakt zo'n systeem absoluut niet waterdicht. Nee. De infrastructuur van de wetenschap is niet heilig, maar het legt wel degelijk meer gewicht in de schaal dan groepjes mensen die aan de hand van Wikipedia en wat samenzweringstheorieën op de deep web ook denken dat ze de waarheid hebben. Wetenschap is politiek, dus daarmee basta. Ja. Ja.
hoe verhoudt dit, een object georiënteerd filosofie, zich tot een studie als PPS, waarbij het erom gaat om vooral studenten op te leiden om met actuele vraagstukken aan de gang te gaan? Ik denk dat het dat de voornaamste parallel is, want het is niet zo dat we het een op het andere schoeien. Mm. Maar de voornaamste parallel is dat we benadrukken dat filosofie niet zich niet alleen verhoudt tot andere filosofie. Dus dat als je filosofie studeert, dan is dat niet alleen maar je begeven in de dialoog tussen de grote geesten. Dat is het ook wel ten dele. Net zoals dat wanneer je economie studeert, is een deel van economie studeren is natuurlijk het contrasteren van verschillende economische theorieën en kijken welke schoolstrijden daar allemaal aan de hand zijn. Dat is altijd deel van een studie. Dat is wat het is om te studeren ten opzichte van naar school gaan. Mm. Is dat je theorie ook als theorie strijd benadert. Maar in PPS leggen we de nadruk ook op het idee dat, op de evidente idee, dat filosofie altijd ergens over gaat en ergens een bijdrage aan probeert te leveren. Je zou het issue-oriented kunnen noemen. Hmm. Zaak-georiënteerd, probleem-georiënteerd filosoferen. Maar de link met speculatief realisme is niet noodzakelijk of heel sterk daar. Oké, okay. Ja, ik begrijp het. De reden dat ik het vraag is omdat je dus een keer eerder zei, de wereld staat in de fik en we hebben filosofie nodig. Ja, ik ben overtuigd, ja. Ja, denk ik ook. Hoe kunnen we dan een object-georiënteerde filosofie gebruiken? Ja. Om die brand enigszins te blussen. Drie goede voorbeelden. Okay. Eén goed voorbeeld daarvan is Ian Bogost. Ian Bogost is een filosoof, ook object-georiënteerd filosoof. Maar hij is ook een computer- en game-specialist, ook een digitaliseringsspecialist. En hij schrijft ook voor mainstream media, zoals The Atlantic. En wat je in zijn werk heel duidelijk ziet, is een verfrissende stem die niet, zoals veel filosofen, de techniek als één veld ziet, wat allemaal hetzelfde zal doen, en dan vragen gaat stellen als, is het goed, is het slecht? Mm. Vervreemdt het ons van onszelf of niet? Mm. Maar de Heideggeriaanse benadering van techniek. Maar die een objectgeoriënteerde benadering heeft, die heel erg duidelijk neerkomt op, oké, de smartphone, de Apple smartphone, de iPhone. Ik ga daar naar kijken. En misschien vind ik daar allemaal manieren waarop het andere objecten verandert en ook ons menselijk bestaan verandert, die niet noodzakelijkerwijs gelden voor andere stukken techniek, zoals auto's of contactlenzen of protheses, maar die wel voor dit specifieke stuk techniek zorgen. Dus je ziet daar, dat is punt 1, het zorgt voor een het moedigt geesteswetenschappers aan om, wanneer ze de sociale wereld analyseren, om daar objectspecifiek in te zijn. Dus niet a priori aan te nemen dat alle technologie samenvalt in het veld techniek. En dat je aan de hand van eigenschappen van het veld techniek alles kan zeggen om het even welke technologie. Ja. Of hetzelfde met cultuur, of hetzelfde met de markt. Dat is één. Twee is dat het een hele goede corrigerende functie kan hebben. En dat zie je heel duidelijk bij Timothy Morton. Timothy Morton is de objectontoloog die veel schrijft over natuur en ecologie. En die heeft een heel kritische positie ten opzichte van een heleboel pogingen van ons om aan natuurbescherming te doen of aan natuurwaardering te doen. Omdat die laat zien dat we heel vaak de natuur als een overkoepelend domein zien. Als één veld met een overkoepelende logica waarin alles als het ware vanzelf gaat. En zijn objectgeoriënteerde blik die zorgt voor een hele heldere correctie daarin en laat zien van nee, er is niet zoiets als de natuur. Er zijn fragiele ecosystemen en die bestaan lang niet altijd netjes uit of menselijke entiteiten die wij gebouwd hebben, steden en auto's enzovoort aan de ene kant en bossen en dieren aan de andere kant. Nee, die systemen, die hyperobjecten, die bewegen zich door elkaar heen en dat wat wij de natuur noemen is geen monistisch domein. Het is een pluralistisch gezwerm, het is een gedoe, een gedoetje. En dat is heel erg nodig. Bijvoorbeeld in 2011, pin me er niet op vast, had je de Deepwater Horizon olieramp. Dat was in de aan de zuidoostkust van Amerika, een olieplatform dat ontzettend begon te lekken. Grootste olieramp in Amerikaanse kustwateren ooit. De dag nadat het gebeurd is, gaat de toenmalige CEO van BP een persconferentie in en zegt letterlijk, we moeten ons allemaal niet zo druk maken, want dit is slechts een klein drupje in het grote domein van de natuur. Ik parafraseer even. En de natuur die corrigeert zichzelf wel.
Hè, dus dat is dat romantische idee van de natuur als een soort Disney-achtig domein waarin de vogels en de bomen en de beesten allemaal in harmonie met elkaar bestaan en ja, dat zich ook zelf corrigeert. En waar alleen wij mensen de stoorzender in kunnen zijn. Met geen oog voor de lokale ramp die er eigenlijk plaatsvond. Precies. En ook geen oog met hoe zo'n lokale ramp zich eigenlijk in allerlei entiteiten vertakt. Ja. Hè? Dus vissen die kapot gaan, waardoor er weer allerlei roofdieren niet aan vis komen, wat weer lange termijn cascadische effecten heeft, enzovoort. Dus je ziet bij Boghost heel erg dat er een analytisch positief iets komt, namelijk filosofische interesse in concrete objecten als objecten, in plaats van filosofische interesse in concrete objecten als lid van een bepaald veld. Mm-hmm. En bij Timothy Morton zie je heel duidelijk de kritische functie ervan, namelijk het ontmantelen van punten waarop wij niet objectgeoriënteerd denken en doen alsof er in de wereld gewoon een paar laagjes bestaan, de natuur, de economie, de atomen, die als het ware alles aansturen, zodat objecten niks anders zijn dan een soort passieve afbeeldingen, een soort diaprojecties die zelf niks doen. Mm-hmm. Dat was nummer 2? Dat was nummer 2. Dat is 3, zei je. Heb ik er 3? Dan ben ik nummer 3 even vergeten. Nou, maar je duidt. Want ik heb wel... Ik heb het idee dat ik de inzet van het speculatief realisme nu iets beter begrijp. Omdat ik begrijp hoe vanuit Kant en Heidegger de objecten zelf eigenlijk naar de achtergrond vallen. En wanneer je concentreert op de relatie subject-object, mm-hmm, dat eigenlijk de individuele objecten vervagen. Ja. En dat je eigenlijk gaat kijken naar een soort van waas van een wereld. Dus de subject, ja, het subject en het object. Ja. En dat is wat je dan krijgt. En ja, speculatief realisme is eigenlijk een herwaardering van de diversiteit aan objecten en hoe die op elkaar inspelen. En de concreetheid daarvan, ja, zeker. En dat naast de namen die je net noemt, is het denk ik ook een reactie op een tendens in continentale filosofie vooral, om dus heel veel te reduceren naar discours en naar machtsrelaties, waardoor je dus ook weer in termen van velden, hè, een soort netwerkerige velden gaat denken in plaats van concrete entiteiten. En het is een reactie, met name bij Tristan Garcia en Marcus Gabriel, op een tendens in sommige stukken analytische filosofie om heel fysicalistisch te zijn. Dus om eigenlijk te denken dat een heleboel mentale of culturele entiteiten eigenlijk niet bestaan, maar op een bepaalde manier gereduceerd kunnen worden tot fysieke entiteiten. Hmm. Okay. En kunnen we heel even een toiletpauze? Ja, doen? Zeker. Oh, zeker. Okay. Top. We hadden net speculatief realisme besproken en ik wil het eigenlijk toepassen, want ik vraag me heel erg af hoe dit zou uitwerken en ik vraag me ook af of het überhaupt wel een goede manier is om het speculatief realisme of objectgeoriënteerde filosofie toe te passen hierop. Het schip van Tessius. Het klassieke identiteitsprobleem van Hume eigenlijk. Is dat iets waar je op kan toepassen? Als de vraag is, het schip van Tessius is, je hebt verschillende versies van. Dus één, ja, je vervangt elke dag een plank en op een gegeven moment kom je op het punt dat alle planken vervangen zijn. Heb je dan nog wel het schip van Tessius? Ja. Een andere, nog erger is, elke plank die je weghaalt, daar maak je weer een datzelfde schip van. Ja, dan heb je dan op een gegeven moment twee schepen van Tessius. Ja. En dan zijn er nog meer die echt bad shit crazy gaan zijn. Het is verschrikkelijk. Er is eentje nog, die vervangt elk stuk hout, vervang je met plastic, polyester. Polyester, whatever. Ja, en is het dan nog het schip van Tessius? Ja, ik denk dat het bestaan van dit raadsel, kan niet opgelost worden door objectgeoriënteerde ontologie. Maar ik denk wel degelijk dat het bestaan van deze schijnbare paradox in het voordeel van speculatief realisme spreekt. Okay. Namelijk, iedereen snapt de intuïtie dat met de eerste plank die je weghaalt, het schip van Tessius niet verdwijnt. Mm-hmm. En iedereen snapt ook dat als je genoeg dingen aan iets verandert, dat het op een gegeven moment wel degelijk iets anders is. Mm-hmm. Dus we zien ook daar weer dat bandbreedte idee van niet alle relaties van een object met zijn componenten, hier de planken van het schip, zijn even vitaal. Het is niet zo dat als je één plank eruit trekt dat het hele schip weg is. Mm-hmm. Maar er is wel degelijk een soort drempelpunt en een soort kookpunt waarop je zoveel aan iets veranderd hebt dat het zichzelf niet meer is. Mm. Dus een ander goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, je ziet het heel duidelijk bij mensen. Het is niet zo dat alles wat wij doorheen de dag meemaken, hè, alle cellen die wij
afscheiden, de dode huidcellen, de kleine dingetjes die we vergeten zonder dat we het zelf merken, de duizend gebaren en routines waar we doorheen gaan zonder dat we er bewust aandacht aan besteden, die zijn als het ware analoog aan het vervangen van die planken. Mm-hmm. Al die kleine verwijderingen en toevoegingen veranderen niet fundamenteel wie we zijn. Maar dat betekent niet dat we niet fundamenteel veranderd kunnen worden. Grote gebeurtenissen in ons leven kunnen ons wel degelijk veranderen. En die dringen dan opeens door tot de kern van onze identiteit. Ja. Maar dan pak je wel de ervaring van het subject als datgene wat bepaalt of iets veranderd is of niet. Ja, dat is interessant. Als je de kern noemt, zeker als je de kern noemt. Dat is interessant. Dat is iets wat bijvoorbeeld in de filosofie van Sartre veel mee geworsteld wordt, zeker in zijn middenperiode. Dus dan heeft hij wel degelijk een idee van ja, wij kiezen dingen ten aanzien van onze entiteit. Maar dan heeft hij ook noties van iets wat daaronder zou liggen. Dat noemt hij een origineel project of een fundamenteel project. Het is eigenlijk keuzes en dan dieper is fundamentele projecten en nog dieper is originele projecten. Want en zonder dat uit te leggen is de reden daarvoor waarom hij dat doet heel duidelijk natuurlijk. Omdat wij kiezen de keuzes die we kiezen. We maken de keuzes die we maken om redenen die we hebben. Maar die redenen zijn niet altijd zaken die op hetzelfde niveau staan als die keuzes. Die kunnen dieper liggen. Mm-hmm. Dus waarom ben ik hier vandaag? Nou, ik ben hier vandaag omdat ik onder andere filosoof ben. Dus de keuze die ik heb genomen om hier naartoe te komen is ten dele een gevolg van een vorige keuze die ik veel eerder heb genomen. Mm-hmm. Namelijk filosoof worden. Maar wanneer heb ik dat gekozen? Er is nooit een soort biografisch moment geweest waarop de hemel zich opende en er klonk trompetgeschal en een stem zei: Arjen, je bent vanaf nu iemand die in ieder geval filosoof probeert te zijn. Nee. Komt er zo aan. Je hebt dat, maar dat kan. Maar je hebt dat ergens gekozen. Ja, ja, maar is dat een keuze? Is dat een keuze of is dat iets wat je overkomt? Ja, dat, overkomt. Dat is de vraag. Of benaming. Beleving. Dat kan. Dat ligt aan je concept van kiezen. Wat ik zelf. Ik ben daar zelf niet over uit. Dat is wel iets waar ik mee bezig ben. Met name de combinatie tussen Sartre en speculatief realisme vind ik op meerdere redenen interessant. Maar wat ik wel degelijk achter sta, is het idee dat je als mens fundamenteel kan veranderen door iets langzaams, incrementeels, wat je zelf helemaal niet merkt. Je kunt al lang, dus een keuze, dat is denk ik één deel van het antwoord, is dat een keuze is niet altijd één moment. Zoals in een restaurant na 10 minuten twijfelen van de menukaart eigenlijk gewoon dan zeggen van oké, ik neem de groentekies. Veel keuzes strekken zich uit over een langer tijdsbestek. Dus het kan best zijn dat de keuze wanneer wist je dat je ging verhuizen naar Moskou. Dat de keuze om te verhuizen naar Moskou, dat letterlijk een proces van een jaar is. Ja. Dus ik denk echt dat het niet zo is dat, dat het niet zo hoeft te zijn dat er een proces van een jaar is en dan een keuze. Mm-hmm. Maar dat letterlijk het kiezen een jaar kan duren. Dus ik denk dat wij denken vaak dat wij een soort dat als er iets is als de menselijke wil, dat letterlijk een soort stoplicht is. Van rood, groen. Of een soort dyadisch ding wat voor A en B kan gaan. Ik denk dat niet. Bergson die wel eerder. Als je dan het verschil maakt tussen overwegen en kiezen. Dus je bent een jaar lang aan het overwegen, ja. Uiteindelijk maak je de keuze. Ik denk dat dus onder andere een valse tegenstelling is. Omdat ik denk dat als je overwegen en kiezen los van elkaar koppelt, dan is het volledig abstract. Dus het kiezen zelf is vaak hetzelfde als het overwegen. Dus waardoor, bijvoorbeeld als ik in het restaurant zit en ik ben aan het kiezen welke van deze 10 gerechten wil ik eten. Het is niet zo dat ik dan de tijd stilzet, zo woef, als soort bullet time. En dan in een soort abstracte witte matrixruimte, zonder informatie, zonder overweging, de keuze maak. Nee, wat er gebeurt is, ik ga denken aan wat ik deze week al gegeten heb. Ik ga denken aan, ik stel me een beetje zo de smaak van bepaalde dingen voor. Ik kijk een beetje om me heen, wat eten andere mensen hier en kijken ze daar een beetje blij over. Ik vraag aan mijn tafelgenoot of tafelgenoten, vraag ik, goh, wat neem jij? En dat proces zelf is hetzelfde als de keuze uiteindelijk. Denk ik zelf. Want het zou heel raar zijn om dan te zeggen van oké, nou stop de tijd, net als in een spelshow, nu gaan we de keuze maken. En de keuze die je maakt is vaak ook iets wat volgt uit de overweging. Dus de keuze is eigenlijk minder vrij dan de overwegingen die je neemt. Ja, in zekere zin wel. Als ik dan even iets anders erin gooi.
Je maakt niet de keuze om filosoof te worden, maar je maakt wel de keuze om die dingen te doen die jou een filosoof maken. Ja. En wellicht word je dan een filosoof. Ja. Ja, ik denk dat in zekere zin dat soort labels, dat soort titels, die worden door een buitenwereld op je geplakt. Met behulp van concepten, maar ook diploma's en naamkaartjes en bordjes die bij je kantoor hangen en dingen die op je contract staan enzovoort. Maar wat je zelf uiteindelijk, waar je zelf mee bezig bent, is een project dat bestaat uit een hele set activiteiten. Mm. En ik denk dat dat voor veel mensen ook heel erg evident is dat dat niet gelabeld kan worden. Dus er zijn bijvoorbeeld genoeg mensen die hebben een project dat bestaat uit dat een hybride is van twee zaken waarvan de wereld denkt die zijn verschillend, maar die voor jou misschien hetzelfde zijn. Mm. Dat is vaak heel duidelijk met bijvoorbeeld wetenschappers die ook kunstenaar zijn. Of politici die ook zakenman of zakenvrouw zijn. Mm. Die hebben zelf één project waar de wereld dan toevallig twee titels aan geeft, maar hun eigen besteding aan tijd en hun eigen mentale wereld daarover is één set aan zaken. Ja, inderdaad. Hoe kwamen we hierop? Geen idee. Ook alweer. We pauze gehad. En toen, we begonnen over het schip van de Theseus. Schip van Theseus, ja. Theseus, inderdaad. En wat je eigenlijk daar aangaf was eigenlijk wel sterk. Want daaruit distilleer je inderdaad dat er relaties zijn van een object die meer of minder belangrijk zijn. Ja. Dus dat spreekt juist voor het object, voor de objectgeoriënteerde filosoof. Ja. Ik denk ook dat zit niet alleen in objectgeoriënteerde filosofie. Dat zit ook in de filosofie van Deleuze heel veel. Of Gilles Deleuze, Franse filosoof, waar ik veel inspiratie aan optrek. Die heeft zeker in zijn late werk, in zijn vroege werk, hij is een van de hoofdverantwoordelijken met zijn werk Différence et Répétition van een soort continentale filosofie dat alles in de wereld probeert te zien in termen van flows en processen en intensiteiten die door elkaar heen lopen. Dus eigenlijk mensen die zeggen van, nou, het is min of meer een illusie van de perceptie dat er hele concrete entiteiten en identiteiten zouden zijn. Achter de schermen of in werkelijkheid is er veel meer flow en is er veel meer vermenging en veel meer dynamiek en constante verandering. Later in zijn werk komt Deleuze daar op allerlei manieren op terug. En een van de dingen die hij op dat moment inziet is dat een heleboel gebeurtenissen en relaties totaal overbodig zijn. Redundance. En wat hij daarmee bedoelt is dus dat een heleboel entiteiten stabiel en robuust zijn ten opzichte van de veranderingen die ze doormaken. Dus je ziet daar dus binnen zo'n denker zelf, die heel erg geassocieerd wordt met het postmodernisme en alle uitwassen daarvan, zie je dat hij zelf ook op latere leeftijd zich toch beseft van, ja, maar wacht eens even, dat klopt helemaal niet. Er moet iets zijn dat zich verzet tegen verandering, dat min of meer identiek blijft en dat wel veranderd kan worden, maar niet in hetzelfde tempo als alle relaties die dat ding aangaat en waar je zich mee begeeft. Er moet iets constant blijven in het ding zelf, in een entiteit, dat niet op dezelfde snelheid mee verandert als wat je doet. Dus een voorbeeld daarvan, ik noem dat zelf in mijn hoekje van dit genre, ik noem dat vermogens. Omdat dat volgens mij heel duidelijk de intuïtie aangeeft. Als jij bijvoorbeeld een taal aan het leren bent, stel je gaat Japans leren, dan heb je tekstboeken en podcasts en Japanse films en grammatica boek en een woordenboek en noem maar op. En je gaat een Duolingo account maken. Dat zijn allemaal entiteiten waar jij een vermogen aan onttrekt, namelijk het vermogen om Japans te spreken. Mm-hmm. Natuurlijk is datgene wat er in jou zit, dat vermogen, is niet kleine tekstboekjes. En het is ook niet een set kleine podcastjes. Nee, je koppelt die entiteiten aan je en daarmee kweek je een vermogen dat vervolgens een andere, noem het maar temporaliteit, een andere snelheid, een andere robuustheid heeft dan de manieren waarop je Japans leert en spreekt. Dus als wij in het Japans een gesprek met elkaar zouden voeren, dan is het natuurlijk niet zo, dan is het wel zo dat ik mijn vermogen gebruik. Ik zet mijn vermogen om Japans te spreken in. Maar ik put het daarmee niet uit. Dat wat mij vormt uiteindelijk, mijn set aan vermogens, mijn totale set aan vermogens die ik ontleen aan allerlei koppelingen met objecten, niet in het minst mijn eigen lichaam, die heb ik wel dankzij al die objecten, maar ze vallen daar niet mee samen. En ik maak er wel objecten mee, maar ze vallen daar niet mee samen. Mm-hmm. Dus ik leer Japans van tekstboeken, maar mijn vermogen is geen tekstboek. Mm-hmm. En ik kan met Japans, mijn vermogen om Japans te spreken, kan ik Japans spreken. Maar een gesprek is natuurlijk niet hetzelfde als het vermogen om een gesprek te voeren. Mm-hmm. En dat idee vermogens, en met wat kleine verschillen, noemt bijvoorbeeld Graham Harman noemt dat
real properties. Latour noemt dat af en toe plasma. Er zijn verschillende namen aan te geven. Hoe je het noemt, dat maakt niet zoveel uit. Wat belangrijk is, is het idee dat door de interacties met andere entiteiten, dus door de relaties die wij als entiteiten onder andere aangaan met anderen, ontlenen we iets, hè, krijgen we dingen die zich in ons binnenste, in een transcendentaal binnenste, griften, als het ware, die daarin gekerfd worden. En die vervolgens, als ze daar eenmaal zitten, hun eigen logica gaan hebben, hun eigen bestaan gaan leiden. Dus de kervingen van de objecten om ons heen, mm-hmm, creëren vermogens, ze wakkeren onze vermogens aan. Creëren of wakkeren ze aan of modificeren ze, dat kan allemaal. Ze. Ja. En dan zijn inkervingen in ons in principe die ook wederom op ons inwerken. Ja. Als een soort van littekens. Ja. En daardoor krijg je dus ook precies dat je, dat klinkt allemaal vrij spiritueel, maar het is concreet in de zin dat dat ook de verklaring is waarom zoveel van de relaties die wij aangaan, als het ware overbodig zijn en alleen maar oppervlakkig zijn. Waarom? Een van mijn fundamentele vermogens is de moedertaal die ik heb. Hmm. Nederlands. En dat ligt zo diep in mij gekerfd dat een heleboel vreemde taal waar ik mee geconfronteerd word een vrij oppervlakkig effect op mij zal hebben. Ik zal het niet begrijpen of half begrijpen enzovoort. Waarom? Omdat er diep in mij gekerfd is dat ik Nederlands spreek. Ik ben dat vermogen geworden. Op dezelfde manier werken karaktereigenschappen. Ja, dus als jij een ontzettend opvliegend persoon bent, door alle gebeurtenissen die je hebt meegemaakt en die zich als het ware in jou gekerfd hebben, dan is het heel moeilijk om te reageren op signalen die jou stimuleren om niet opvliegend te zijn. Omdat dat jouw dispositie is geworden. Je bent dat vermogen geworden. Namelijk de opvliegende persoon. Dus die vermogens die veranderen sneller dan jijzelf, maar ze kunnen wel. Of juist niet, of langzamer. Of juist niet, ze kunnen langzamer. In ieder geval, hun snelheid is anders. Ja, hun snelheid is anders dan de gebeurtenissen. Dat is het interessante ding ten aanzien van subjectiviteit. Als je het hebt over objectgeoriënteerde ontologie. Is dat je dus een filosofie krijgt waarin, als het ware, er twee verschillende snelheden zijn waarop dingen opereren. De oppervlakkige contacten die we hebben, aan de ene kant, en de vermogens die we zijn. En soms is het dus zo dat onze vermogens heel stroperig zijn. Langzaam veranderen, dat we ze niet wegkrijgen. Probeer alcoholisme maar eens uit je te sloven, bijvoorbeeld. Dat gaat altijd langzamer dan je wil. Of stoppen met roken, dat zijn disposities die in je zitten die veel langzamer gaan. Soms is het andersom en gaat het veel sneller en ben je er eigenlijk niet klaar voor. Bijvoorbeeld echt heel hard verliefd worden. Liefde op het eerste gezicht. Hmm. In de ware zin van het woord dat je echt helemaal van stuk bent en nooit meer dezelfde zal zijn enzovoort. Of als soldaat in een oorlog een ontzettend traumatische, in de nieuwe zin van het woord, ontzettende traumatische gebeurtenis meemaken. Die jouw psyche helemaal verandert, terwijl je er eigenlijk helemaal niet klaar voor bent. Hmm. Dat is mogelijk zodra je dus als het ware geen synchrone verhouding meer hebt, geen proportionele verhouding meer hebt tussen wat jou overkomt enerzijds en wat je doet en anderzijds de sporen die dat in jou achterlaat. Dus het idee is vooral dat niet alles wat jou meemaakt jou in gelijke mate vormt. Komen we in feite weer terug bij het idee dat niet alle relaties even belangrijk zijn. Juist, dus ja. dat er wel degelijk sleutelmomenten zijn. Hmm. Maar natuurlijk hoeft het niet zo te zijn dat sleutelmomenten dingen zijn die je daadwerkelijk beseft. Mm-hmm. Het kan zijn dat je dat 10 jaar later beseft. Het kan zijn dat je het nooit beseft. Het kan zijn dat je het volledig fout hebt. Hmm. Het kan zijn dat ik zou zeggen van, het is dankzij het feit dat René ten Bos mijn leraar was, dat hij op mijn pad kwam, dat ik nou filosoof ben. Kan zijn dat dat het moment was. Ik kan dat ook fout hebben. Kan zijn dat er alsnog wat gebeurt. Ja. Ja, inderdaad. Wie weet het. Wie weet het. Zijn die sleutelmomenten dan niet juist de momenten die je moet, oppakken in je eigen avontuurlijke narratief? Oh. Nou ja, wat vooral niet moet is, kijk, het probleem is, met name vanuit, ook weer vanuit continentale filosofie zelf, als je gaat aanmoedigen dat je mensen, en vooral jezelf ook, gaat zien als iets dat echt in een web van relaties zit, waarin elke relatie ertoe doet en alles belangrijk is en alles ertoe doet, dan ga je dus van alles een sleutelmoment maken. Dan ga je, want elke relatie, omdat er niks dieper is dan, je bent alleen maar je relaties, en dat wat ik dus denk dat een verkeerd beeld is van over jezelf denken, dan is natuurlijk alles direct van vitaal belang, want je bent al je relaties. Mm-hmm. Tegenover een objectgeoriënteerde filosofie die zegt van, nou ja, je bent je meeste relaties niet.
En ik denk dat dat dan fundamenteel uiteindelijk, als het neer moet komen, wat zou de psychologie zijn die hierbij past. Hè? In de psychologie in de oldschool zin van het woord, de filosofische psychologie hiervan. Dan is dat een fundamenteel verschil. Dat wat is het verschil met huidige psychologie dan? Het is niet empirisch. Oké. Maar gewoon, hè, dus hoe zou je de menselijke psyche beschrijven vanuit een bepaald filosofisch systeem? Dan zou dat vanuit objectgeoriënteerde filosofie veel meer iets worden dat zich richt op hoe vind je nou precies die momenten in een mensenbestaan die echt van symbiotisch belang zijn, die echt jou maken of breken. En is dat niet... Ja, je bent even aan het denken. Hoe zie ik? Ja, maar dit is niet waar ik al aan gewerkt heb. Dit is nu waar ik aan werk. Dus terwijl ik het zeg, ben ik ook aan het nadenken over hoe werkt dat precies. Maar dan stel ik weer de vraag, is dat niet primair iets wat in de ervaring van het subject zit? Ja, dat weet ik niet. Ik ben vrij pessimistisch over... ik denk dat wat je ook bijvoorbeeld verder denkt van bijvoorbeeld Sigmund Freud. Ik ben sympathiek. Ik heb veel sympathie voor het idee dat we uiteindelijk onszelf vrij slecht kunnen kennen. Mm-hmm. En voor het idee dat veel belangrijke zaken in onze psyche impliciet werken. En dat die slechts met de grootste moeite aan het voetlicht kunnen gebracht worden. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een... niet dat je er daarom niet aan moet werken of mee bezig moet zijn. Maar ik denk dat het hele idee dat omdat wij ervarende wezens zijn, dat ook onze ervaringen transparant voor ons zouden kunnen zijn, dat niet helemaal klopt. Dus, maar goed, de psychoanalyse is wel een manier om daartoe toe te komen. Om die echte kennis wel te ervaren. Nou ja, de grote charme van psychoanalyse, en wederom met alle haken en ogen die je daar zou bij mogen plaatsen, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. De grote charme van psychoanalyse is dat het dus zijn eigen onderzoeksobject niet reduceert. Dus een psychoanalist zal een geestelijk leven nooit reduceren tot een brein of een stel genen of wat dan ook. En een psychoanalist zal een geestelijk leven nooit reduceren tot een culturele context of wat dan ook. Psychoanalist zal natuurlijk wel evident doorhebben van natuurlijk speelt jouw biologische stand van zaken speelt mee in hoe jouw psyche werkt. En natuurlijk speelt jouw context ontzettend mee in hoe jouw psyche werkt en welke trauma's je al dan niet hebt. Maar uiteindelijk is het onderzoeksobject, is het ware wat ik de vermogensstructuur noem van die psyche zelf, van de disposities en de neigingen die jij zelf hebt ten gevolge van al die zaken die in jou gekerfd zijn door je biologie en door je cultuur enzovoort. Maar het gaat wel uiteindelijk om jouw eigen psyche. Die volgde ik niet helemaal. Nou, het idee is... laat ik het anders zeggen. Er komen heel veel dingen die... Als het gaat over wanneer ken je... Laten we het dan doen over... Wanneer ken je nou iemand echt? Ik denk dat als wij beschrijvingen hebben... Wanneer beschrijf je iemand op een informatieve manier? Dat vaak gaat over de stijl van mensen. Dus als je wil beschrijven... Wie is Kanye West? Als je gaat zeggen hij is een hip-hop producer... en een celebrity enzovoort... dan noem je allemaal kenmerken op... die andere mensen met hem delen. He, je kunt daar niet uniek Kanye West aan beschrijven. Maar als je Kanye West gaat beschrijven... in termen van metaforen... van hij is een soort... hij is een geniale Einstein... gemengd met een Kurt Cobain... van de hiphop... zeg maar, dan zeg je al, dan zeg je meer. Het interessante daarvan is... dat je in dat soort beeldspraken... dat je het dan niet hebt over... je reduceert niet, zeg maar. Je hebt het niet over de categorieën waar hij in zit... zijn beroep of wat dan ook. En je hebt het niet over waar hij uit bestaat. Maar je hebt het over wat zijn vermogensstructuur... zijn persoonlijkheid, zijn karakter nou eigenlijk kenmerkt. En je probeert dat in een bepaald beeld te vangen... dat hem juist niet reduceert. Daarom hebben ze bij sporters ook vaak de bijnaam van... dat is de leeuw, of dat is de kraanvogel, of dat is de muis. En dat betekent niet dat die persoon daaruit bestaat of dat doet... maar dat of in die context zit. Dat betekent dat die persoon een bepaalde stijl van handelen heeft... die je daarmee probeert te duiden. Ik denk dat psychoanalyse... dat is een rare brug, maar op dezelfde manier werkt. Dat bijvoorbeeld een van de redenen is waarom Freud zo literair schrijft. Je probeert iemand beeldend te duiden, juist om te voorkomen dat je haar of hem reduceert tot iets wat ze niet zijn. Oké. De reden waarom we hierop kwamen, is omdat jij zei, of omdat ik de vraag stelde, al zouden die sleutelmomenten die je in je leven hebt, dus... Niet alle dingen die in je leven gebeuren zijn even belangrijk. Dat is
objectgerelateerde filosofie. Er zijn een aantal sleutelmomenten. Zouden dan die sleutelmomenten niet datgene zijn waar jij je persoonlijke avontuur of je persoonlijke narratief aan zou moeten optrekken? En als dat zo is, dan neem je weer de subject de ervarende subject als primair. En ben je niet meer aan het kijken naar de relaties tussen objecten. En jouw antwoord daarop is datgene wat je net eigenlijk uitlegde. Ik snap niet waarom dat een antwoord daarop is. Omdat je dat idee van stijl, dat is niet exclusief aan subjecten. Dus dat zou je ten aanzien van ieder object kunnen doen. Dus een goede duiding van een instituut, zoals Nederland of de EU of wat dan ook, die werkt op precies dezelfde manier. Dus als je aan een iemand die niet weet wat het is, wil vertellen wat is de Europese Unie, dan is het natuurlijk wel informatief om te zeggen, nou, de Europese Unie bestaat binnen de wereld en het bestaat uit zoveel burgers enzovoort. Maar wat iemand echt wil weten, als je wil weten wat is de EU, is goede, beeldende, accurate termen die vertellen wat de EU nou eigenlijk doet, wat de stijl is van EU, ten opzichte van een hypothetisch ander instituut dat bijvoorbeeld veel totalitairder had kunnen zijn of dat veel anarchistischer had kunnen zijn. Probeer je duidelijk te duiden wat de stijl is van zo'n object. En ik denk dat als je het hebt dus over die sleutelmomenten, dat dat ook een manier is om verandering in jezelf, in mensen te bespeuren. Wie zijn ze voor en wie zijn ze na zo'n sleutel, zo'n symbiotisch moment, zeg maar. Dus een voorbeeld dat Graham Harman daarvan geeft, die heeft een boek Immaterialism. En daarmee analyseert hij wat zouden die sleutelmomenten kunnen zijn voor de VOC. Mm. De entiteit, het instituut VOC. En één plausibel ding is het punt waarop Jan Pieterszoon Koen een sleutelrol, letterlijk een sleutelrol binnen die organisatie krijgt. Waarom? Voordat hij de scepter ging zwaaien daar, was de VOC met name een organisatie die zich richtte op het importeren van zaken uit Indonesië naar Nederland en andere landen. Mm. Jan Pieterszoon Koen had het idee, en had er ook een soort traktaat over geschreven, van we moeten iets anders gaan doen als VOC. Wij moeten ook de intra-Indonesische, intra-Aziatische handel gaan domineren. Dus we moeten niet alleen spul van daar naar hier halen, we moeten ook daar ter plekke de zaak runnen. Maar omdat het daar natuurlijk ook stikt van de originele bevolking, maar ook Portugezen, Arabieren, Chinezen, Japanners, die daar ook allemaal met boten, met kanonnen erop rondvaren, was daar wat meer voor nodig. En dan krijg je een zeer verschrikkelijke periode van de VOC, waarin het dus echt een oorlogsvloot wordt, die zich zwaar gaat bewapenen, dat de boel gaat koloniseren, allerlei eilanden uitmoordt. En voor Harman is dat dus een duidelijk iets, een duidelijk punt waarop je kan zeggen, dat is dat aantreden van Jan Pieterszoon Koen is een sleutelmoment voor de VOC, waarin die door contingente omstandigheden weet er iets, namelijk die doctrine van hem, door te dringen tot het hart van de VOC, kerft zich daarin en bepaalt en verandert dus de vermogensstructuur van zijn entiteit, waardoor die entiteit zich ook op een andere, fundamenteel andere manier gaat gedragen. Mm. Ja, dus de VOC daarvoor zou je misschien als een rover kunnen beschrijven. Hè? Dat zou een accurate beeldspraak zijn. Gaat ergens heen, pakt daar dingen. Of als een handelaar, afhankelijk van wat je morele oordeel is over het VOC. Maar na Jan Pieterszoon Koen's interventie daar is het niet meer accuraat om die VOC zo te beschrijven, omdat het een fundamentele gedragsverandering vertoont. Dus het antwoord is dat die sleutelmomenten die gaan niet alleen op voor mensen zelf. Die gaan ook op voor instituten, die gaan ook op voor steden, die gaan ook op voor ecosystemen enzovoort. En objecten. Ja. Cool. Dus bijvoorbeeld een fundamentele verandering die misschien gaat gebeuren is het punt waarop in auto's dieselmotoren vervangen worden door elektrische motoren. Zou dat een sleutelmoment zijn? Dat zou eventueel de natuur van niet alleen hoe auto's zelf gebouwd worden, maar ook van verkeer volledig veranderen. Mm. Onder andere omdat je audiosignalen van auto's die er aankomen, die gaan opeens een kleine rol spelen omdat die dingen gewoon minder herrie maken. Ja, precies, precies. Ik heb letterlijk geen vragen meer. Dat is mooi. En, ik wel. Ja. Ik heb nog één vraag eigenlijk. Je zei dat jullie dus hadden besloten. Ik moet even de dingen zetten. Anders hoor ik mezelf even. Ben je wel hoorbaar ook op de microfoon? Ja, ik hoor jullie zeg maar. Ik kan horen of dat het geluid goed is. Maar jij zei op een gegeven moment een statement van de wereld staat in de fik. En daarom hebben we filosofie nodig. Mm-hmm. Maar daarvoor begon je dus wel te vertellen over dat avontuur echt wordt
geschapen door mensen zelf. Tenminste, die verwachting van avontuur. Ja. Maar we hebben niet een beetje het probleem met zo'n statement als dat dan, dat je dat in principe dan ook doet met filosofie. Want dan zeg je in principe van, oké, vandaag de dag staat de wereld meer in de fik dan normaal. Oh nee, dat zeg ik niet. Dat zeg je niet? Nee, ik zeg gewoon de wereld staat in de fik. Oké, de wereld staat in de fik. We zijn op een andere manier in de fik dan vroeger, maar vroeger stond hij ook gewoon in de fik. Nee, oké, precies. Nou, dat is het tweede eigenlijk waar ik op wilde hebben. Ja. Maar het eerste was, kan nog steeds, de vraag. En dat is als je dus zeg maar die verwachting van een avontuur die mensen aan zichzelf geven, door te zeggen van ja, ik verbreng mijn relatie, want er komt nog een betere aan. Ja. Doe je dat niet in principe zelf dan ook met als je dan zo'n statement maakt als de wereld staat in de fik, we hebben filosofie nodig. Want dan ga je dus alweer een verwachting creëren van dat filosofie iets gaat oplossen. Nee, ik heb geen verwachting. Ik denk wel dat als er een oplossing gaat komen, dat niet alleen een empirische oplossing is in de zin van andere technologieën gebruiken, hier een belasting verhogen en daar een ander soort technologie gaan gebruiken. Ik denk echt dat als we bijvoorbeeld correct willen reageren op wat ons ecologisch te wachten staat, dat noodzakelijkerwijs een oplossing moet zijn die ook te maken heeft met een fundamentele verandering in hoe wij over natuur en over grondstoffen nadenken, over de conceptuele frameworks waarmee we dat überhaupt benaderen. Daar is filosofie voor nodig, denk ik. Denk ik dat dat gegarandeerd gaat lukken, dat als we de filosofen er in groot genoeg mate, in hoge mate bij gaan betrekken, dat we dan het juiste denkframe krijgen, dat we daarmee onze ecologisch noodlot gaan afwenden? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het wel nodig is om dat in ieder geval te proberen, maar ik denk niet dat succes gegarandeerd is, want dan zou ik in mijn eigen avontuurlijke val trappen. Ja, daarom. Ik had al een vermoeden dat het inderdaad wel wat anders zou zijn, ik had het graag even gehoord. Het is net als met ziekte. Met ziekte heb je de goede medicijnen nodig, maar zelfs de beste medicijnen zijn nooit een garantie van dat je geneest. Ja. Top. Ja. Goed punt om af te sluiten. Ja. Dankjewel. Dank jullie wel. Yes. Dank je wel. Ja. Allright, sluit hem af.